Goedenavond, dames en heren, welkom bij deze commissievergadering van 10 april 2017. Mensen thuis, welkom die meekijken, meeluisteren. Mensen van de pers, welkom. En de mensen op de publieke tribune, ook van harte welkom. Ik heb afmeldingen ontvangen van de heer Koetsier van het CDA, de heer Uitslag van het CDA. Ja, die is in afwachting voor een nog mooiere zetel. Heeft hij ervoor gekozen om niet als raadslid aan te schuiven, maar wel op de publieke tribune plaats te nemen. De heer Wildvang van de Partij van de Arbeid is afwezig en wordt vervangen door de heer Broeren. Van gemeentebelangen is de heer Meijering nog niet aanwezig, die is onderweg. En mevrouw Snijder en de heer Hof zijn afwezig. Daarmee heb ik de vergadering geopend. Dan gaan we verder met punt 2, spreekrecht burgers. Er waren aanvankelijk 2 insprekers, maar dat zal de heer Schipper zo dadelijk vertellen. Het is 1 inspreker geworden en meneer Schipper spreekt in namens de participatieraad over het onderwerp plan van aanpak thuis in Dalfsen. Neemt u plaats, meneer Schipper. U hebt 5 minuten de tijd. Ik zal u zo nodig even vlak voor die tijd waarschuwen dat er 5 minuten erop zitten. Ik heb het maar even op papier gezet om binnen die 5 minuten te blijven. Prima. Wij hadden als participatieraad ook de heer Ghassan Al-Hari uitgenodigd en die zou ook inspreken. Maar die is momenteel bezig met zijn werk in een leerwerktraject. En ik kreeg om 4 uur bericht dat hij tot 10 uur vanavond door moest werken. Nou, ik zag geen kans om deze vergadering tot zo lang uit te stellen. Dus wij hebben maar besloten dat ik dat dan alleen zou doen. Beste toehoorders. Wij zijn als participatieraad in een vroegtijdig stadium bij het plan van aanpak thuis in Dalfsen betrokken. Hebben enkele vergaderingen bijgewoond waarbij we onze visie kenbaar konden maken. Ook na ons schriftelijk advies over het plan en de reactie hierop in het inspreekverslag blijven wij als participatieraad toch met een gevoel van onbehagen zitten. Wij hebben het nu voorliggende inspreekverslag bezien en het helaas nauwelijks aangepaste plan van aanpak nogmaals bekeken en komen tot de conclusie dat het plan grotendeels binnen de regeltjes valt en niet uitblinkt in creatieve mogelijkheden die er wel degelijk zijn. We hadden gehoopt en verwacht dat de gemeente zich boven het maaiveld van de regels zou begeven en zo laten zien we Dalfsen toe in staat is. Er zijn landelijke voorbeelden bekend waar gemeenten fors hebben ingezet en met goede resultaten zoals de gemeente Haren geslaagd een inburgeringspercentage aldaar 87%, terwijl het landelijk 39% is. Om ter toelichting op het vorenstaande een voorbeeld uit het plan van aanpak te lichten. De inburgering is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid meer en onze invloed is dus beperkt. Wij als participatieraad komen tot een heel andere conclusie, omdat in de participatiewet een taaleis is opgenomen voor mensen die een uitkering uit de bijstand ontvangen, dus ook nieuwkomers, die aan de taaleis moeten voldoen. Hiervoor zijn uit de participatiewet extra gelden beschikbaar voor ondersteuning bij het vinden van werk. Dus taal, taal en nog eens taal is een gedeelde basisverantwoordelijkheid van zowel de gemeente als de nieuwkomer. Dus mogelijkheden te over. Gemeente ga je mee aan de slag en begeef je eens buiten de gebaande paden. Organiseer bijvoorbeeld een werkgroep nieuwkomers met oudkomers en burgers en laat ze kennis maken met de wederzijdse culturen, zodat ze weten dat ze welkom zijn in ons dorp. Door intensieve ondersteuning en goede informatievoorziening verloopt de inburgering dan ook sneller. Vervolgens zijn wij er nog steeds verbaasd over dat over de nieuwkomers, maar nauwelijks met de nieuwkomers wordt gesproken.
Zoals een vergunninghouder onlangs zei, praat niet over mij, maar met mij. Tijdens de vergaderingen heb ik telkens weer aangekaart dat ook vanuit de nieuwkomers moet worden gedacht en niet alleen vanuit onze ideeën en regels. In het plan is bijvoorbeeld geen concreet plan opgenomen hoe nieuwkomers mee moeten doen in de samenleving. Wij vinden dat ze zichtbaar gemaakt moeten worden door ze bijvoorbeeld mee te laten kijken in winkels of bedrijven of instellingen. Dit kan met begeleiding al na een paar weken nadat ze in ons mooie dorp zijn komen wonen. Hierdoor worden ze als het ware ondergedompeld en in onze samenleving en doen ze contacten op en leren ze sneller de gewone spreektaal beheersen. De gemeente moet hierin ook een voortrekkersrol vervullen. In het plan van aanpak geeft de gemeente niet aan dat zij bijvoorbeeld al 4 stageplekken in het gemeentehuis heeft georganiseerd die binnen een jaar moeten uitmonden in een reguliere baan. Welke inspanningen hiervoor nodig zijn, staat niet concreet in het plan. Maak expliciet nieuwkomers zichtbaar in de organisaties en geef als gemeente het goede voorbeeld. Dit helpt volgens ons ook om werkgevers bereid te maken stageplekken te organiseren en stel je voor als gemeente een budget beschikbaar. Een jaar in de bijstand kost ook per nieuwkomer circa 14.000 aan gemeenschapsgeld. Ten slotte zien we dat de gemeente geen eigen, dus extra financiële middelen beschikbaar stelt, maar alleen doet wat het Rijk voorschrijft. Dit getuigt van weinig creativiteit waarover wij ons hebben verwonderd. Zo is de doelstelling in het plan om niet, zoals nu na 3 jaar, dat er nog 70% een uitkering ontvangen, maar dit over 3 jaar terug te brengen naar 60%. Dank u wel voor de gegeven tijd om te reageren. Exact 5 minuten, meneer Schipper. Blijft u nog even staan? Ik weet niet of er vanuit de commissie nog vragen voor u zijn. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb even een vraag aan u. U heeft het over de gemeente Haren, dat daar voorbeelden van zijn, dat daar 87% slagingspercentage, zeg maar, is. Wat hebben zij nou extra gedaan? Heeft u daar wat voorbeelden van? Nou, het komt er kort op neer dat de nieuwkomer na 14 dagen een assessment ondergaat. De assessment die heeft alle 5 zaken die het leven betreffen, de sociale aspecten, maar ook achtergrondaspecten, niveau enzovoort, dat wordt bekeken. Vervolgens gaan ze met een groepje, gelijkgestemden, laat ik het zo maar even noemen, krijgen ze om de 14 dagen een dagdeel, een cursus. En dat gaat om de 14 dagen door. En er, bijvoorbeeld, ik noem er iets wat Vierendaalsen ook hebben. Je kunt hier een rondleiding krijgen. Nou, ik heb nog niet gezien dat er nieuwkomers uitgenodigd zijn. Dat kan nou met Koninginnedag, of Koningsdag moet ik zeggen. Dan kan dat mooi. Dat je zegt, we gaan de nieuwkomers ons dorp laten zien. Zodat ze zich hier ook thuis voelen. Maar het gaat om de 14 dagen, hebben ze een apart onderwerp. Het gaat over man-vrouw relatie, maar ook kennis en kunde. Maar ook kerk en religie, alle soorten dingen komen er langs. U kunt op de website kunt u zien wat ze er allemaal doen. Dus dat is een kort mijn antwoord. Dank u wel voor dit antwoord, meneer Schipper. Ik heb mevrouw Schiphorst van het CDA. Dank u wel, meneer Schipper, voor uw inbreng en ook voor uw duidelijke inbreng. U geeft een gevoel van onbehagen te hebben. Namens de participatieraad geeft u dat aan, want u heeft ervaren dat het plan van aanpak nauwelijks is aangepast op de inbreng van de participatieraad. En mijn gevoel voordat u sprak was dat er wel heel veel veranderd is in de aanloop naar aanleiding van de zienswijze zoals de participatieraad die heeft ingebracht. En nu zit ik een beetje te zoeken naar, u gaf een aantal voorbeelden en mooie voorbeelden wat zo goed werkt. Maar kunt u ook aangeven de taak van de gemeente? Nou, die is duidelijk, maar waar zit het verschil in? Het zijn de plusvarianten wat zou kunnen slagen. Nou, het zit voornamelijk in het feit dat wij op een gegeven moment zeggen, nou gemeente, wat ga je nou concreet doen? En dat is een prachtig plan van aanpak gemaakt.
Er moet een folder gemaakt worden. We hebben een half jaar geleden tijdens een vergadering al een keer aangekaart. Naar die folder staat nou tweede of derde kwartaal 2017. Dan zeggen wij, als je een folder wil maken, die kun je binnen een week gereed hebben als gemeente Dalfsen in het Nederlands. Vervolgens betrek je dus nieuwkomers erbij uit verschillende landen en zegt, nou, we willen een folder in die taal, een Arabisch, noem maar op, Afghaans. Dan zie je dus dat die mensen erbij betrokken worden. En dat bedoel ik nou even met ambitie en ja, meer werk, laat ik het zo maar zeggen. Ik hoor u zeggen, kom wat verder op en in de uitvoering met name op stoom komen. Dank u wel voor de beantwoording, duidelijk. Ik kijk nog even verder. Verder geen... Meneer Rooijakkers, D66. Ik had nog een vraag over de cijfertjes, meneer Schipper. Bedankt voor uw inbreng. En ik had dezelfde indruk als mevrouw Schipworst, omdat er zit nog een participatie of een inspraakverslag bij de stukken. En daar wordt aan de hand van het advies van de participatieraad regel voor regel toegelicht wat de gemeente ermee gedaan heeft. En daar had ik echt de indruk van, nou, we hebben er echt al rekening mee gehouden. Nou, maar als u dan kijkt in het verslag zelf, in die schil gearceerd wat er gewijzigd is. Kijk, wat wij in het inspraakverslag gekregen hebben, dat moet zich ook dan duidelijker vertalen in het gewone of in een gewone notitie, laat ik zo maar zeggen. Ja. En u had het net over de doelstellingen van binnen 3 jaar in plaats van 70% 60% bijstand. Ja. Wat vindt u daarvan en hoe vergelijkt zich dat met de voorbeeldgemeentes die u hebt bekeken? Nou, ik kijk eerst even naar, u begon ook over de financiën. Er komt van het Rijk 676.000 euro en wij geven uit als gemeente ongeveer 615.000 euro. Er zit dus ongeveer 60.000 euro tussen aanhalingstekens nog vrij te besteden tussen. Nou, dan zeggen we, gemeente, daar kun je wat mee doen. Ik gaf ook al in mijn verslagje even aan, trek de werkgevers over de streep. Daar kun je een budget voor stellen dat je zegt, nou, we willen graag dat ze een maand een stageplek krijgen. Dat kost de werkgever ongeveer zoveel. Dat doen we als gemeente, zodat ze sneller ingeburgerd raken. Want in 3 jaar moeten ze klaar zijn. Ja, dat was mijn vraag was, de doelstelling voor het bijstand na 3 jaar is van 70% naar 60%. Als gevolg van alle activiteiten. Wat, bijvoorbeeld in Haren, wat door u als voorbeeld genoemd is, weet u hoeveel het daar na 3 jaar is? Dat weet ik niet exact. Het inburgeringspercentage wat slaagt na 3 jaar, daar is, dat weet ik dus wel, maar daar heb ik verder niet naar gekeken. Dat is ongetwijfeld al op de website van Haren te vinden, denk ik. Dank u wel, meneer Schipper. Ik kijk even naar de linkerkant. Verder niemand die daar nog vragen heeft. Dan dank ik u voor uw inbreng. Als u het knopje op de katheder uit zou willen doen, dan gaan we verder vergaderen. Dan gaan we verder met agenda punt 3 van de agenda, vaststelling agenda. Ik stel voor de agenda te laten zoals die voor ligt en zo verder te gaan. Iedereen akkoord? Dan gaan we verder met punt 4 van de agenda. In de kern communicatiebeleid 2017-2022. Verantwoordelijk collegelid de heer Noten. Voorbereidend besluitvormend, ambtelijke ondersteuning van mevrouw Westerkamp. Van harte welkom, mevrouw Westerkamp. In het nieuwe communicatiebeleid staan 6 ambities beschreven over de komende jaren. Er wordt meer werk gemaakt van participatie en jongerenparticipatie. Ook ontwikkelingen op het gebied van online communicatie vragen om een herziening van het beleid. Digitale mogelijkheden volgen elkaar in rap tempo op. Raadscommunicatie vormt eveneens een belangrijk onderdeel in dit nieuwe beleid. Bij de totstandkoming van het nieuwe communicatiebeleid is het burgerpanel ingezet en bij het onderdeel participatie heeft de gemeenteraad door middel van een workshop input geleverd. Ik wil dit punt in 2 delen behandelen. Informerend, opinierend en wie mag ik in de informerende ronde als eerste voor de vragen het woord geven. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. We hebben 1 vraag. In een stuk wordt gevraagd om een uitbreiding van de formatie van 22 uur per week.
Is dit inzet die zeg maar helemaal nieuw is? Of is hier ook gekeken naar het weghalen van uren bij de oude communicatiemiddelen die er waren? Oftewel, is dit wel echt nodig? Is daar voldoende naar gekeken? Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw Ramermans, CDA. Dank u wel, voorzitter. We hadden al een vraag gesteld over het vaststellen van de kaders door de Raad, daar waar sprake is van een drietrapsraket. Beantwoording is duidelijk. We hebben nog niet helemaal gevoel bij hoe de zaak, hoe dat straks gaat plaatsvinden, maar dat zullen we ervaren. Daarnaast hebben we nog drie vragen. Wij missen in deze nota het imago wat de gemeente wil uitstralen. Wat willen we laten zien? Willen we de groenste gemeente zijn? Willen we een gemeente zijn die laagdrempelig is? Kortom, hoe willen we graag gezien worden? Als tweede vraag, onlangs hebben we gesproken over schriftelijke communicatie met klantgericht en begrijpelijke brieven maken. Wij lezen dit niet specifiek terug in deze nota. Kan dit nog worden meegenomen? En als derde vraag, er wordt geld gereserveerd voor een training voor beleidsmedewerkers. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze kennis en kunde terechtkomt bij iedereen met een klantcontact, dus ook de buitendienst? Tot zover mijn vragen. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Kijk even, meneer Rooijakkers. Ik heb een vraag over de positie van de jeugd. Jong Dallersen wordt genoemd, prima, en wordt ook serieus genomen. En er is ook extra budget en een minimale formatie van 8 uur per week voorzien voor deze doelgroep. Mijn vraag is, wat zijn de resultaten tot heden? Is daar al iets meer van bekend? Vorige wethouder heeft het al eens een keer toegezegd om ons ervan te informeren, maar we hebben nog niet gehoord. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. En de ambities worden zeer duidelijk weergegeven. En er wordt eigenlijk 0,3% wat erbij geplust. Zo zagen we van de 6,7 gaan we er een 7 van maken. Zou het niet leuker zijn als we als gemeente zeggen we gaan voor een 8. En als dat dan op een 7,5 uitkomt, dan hebben we altijd nog weer winst geboekt. Dus misschien kunt u dat zeggen, want eigenlijk doen we onszelf iets tekort, want er gaat heel veel goed. En we zetten het om in een cijfertje van 0,3% in al die jaren. Dus. En die ambities die kosten geld, dat snappen we. Dus daar zijn we het ook mee eens. Maar het belangrijkste voor onze burger is de KCC, dus klantcontact. Zeg maar de eerste telefoon die gepleegd wordt, dat die goed beantwoord wordt, dat ook goed op teruggereageerd wordt namens de organisatie. Maar in de promotiefilm die wij heel vaak gezien hebben voor nieuwe inwoners, doet het gele wagentje het heel goed. Dus die stoeptegel met Bjorn Rodenhoff, die komt elke keer langs. Dat was toch wel een belangrijk iets voor burgers, dat ze zeggen van nou, dat is goed voor elkaar. Dus ik zou dat zeker niet vergeten. Maar misschien denkt u er anders over. Ik hoor het graag. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen nog over deze beleidsnotitie. Allereerst twee vragen over de uitgangspunten zoals ze vermeld staan. Vrij snel nadat er staat dat communicatie begrijpelijk moet zijn, staat daar omgevingsmanagement monitoren van de omgeving. Wij begrijpen die zinsnede in ieder geval nog niet, maar misschien kan die toegelicht worden. Tweede punt wat er vrij snel achteraan komt is dat er kleinschalig en persoonlijk gecommuniceerd moet worden. Dat is een uitgangspunt. En op zich snappen we dat ook wel, maar is dat zo absoluut als zoals het daar staat? En is dat wel realistisch? Ander punt is, gaat over de huisstijl. Is het nou juist te veronderstellen dat alleen de duur van de huidige huisstijl de reden is om daar opnieuw naar te kijken? Of zijn er andere redenen? En is de huisstijl daarin dan ook bepalend? Vervolgens over duurzaamheid. In welke mate heeft duurzaamheid te maken met het onderwerp? Er wordt gezegd van er heeft geen relatie. Is dat zo? Is onze vraag. Is het niet zo dat ook digitaal communiceren in een groot aantal voorbeelden leidt tot bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen? Dan de vraag over de jongerenparticipatie van die 8 uur per week is al gesteld. En
De laatste vraag die we dan nog hebben is de implementatieaanpak omgevingswet. Die wordt gekoppeld aan een van de ambities. Maar moeten we daarop wachten? Dat is de laatste vraag die we er in deze ronde over stellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Broer, niet meneer Rooijakkers. Ja, ik had een punt bij de opinie, maar misschien is het toch verstandig, dat heb ik geloof ik van u geleerd, om eerst een vraag erover te stellen. Daarvoor is de vragenronde, meneer. Dat gaat namelijk over de nieuwe huisstijl. Het is aansluitend wat de heer Nijkamp vermeldde, maar een andere vraag. Er is een bedrag van 50.000 euro voor opgenomen. Maar in de stukken staat dat er eerst een onderzoekje naar gedaan wordt om te zien of er wel een nieuwe huisstijl moet komen. Nou is mijn vraag, welk gedeelte van die 50.000 is nou voor dat onderzoekje? En welk gedeelte houden we in onze zak als we uiteindelijk besluiten om geen nieuwe huisstijl in te voeren? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Dan ga ik direct door naar de heer Noten. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat u het goed vindt dat ik dadelijk wat vragen ook doorgeleid naar mevrouw Westerkamp. Meneer Veldhuis, de uitbreiding van de formatie gaat echt om nieuwe activiteiten. Het gaat om burgerparticipatie, het gaat om jongeren, het gaat om nieuwe ontwikkelingen. En het gaat ook voor het zichtbaar maken 6.000 euro van de raad. Het gaat echt in die zin om structurele ambities en om nieuwe activiteiten. We hebben u tot nu toe nog niet zichtbaar gemaakt, laten we het zo zeggen. Of in ieder geval niet voldoende. Mevrouw Ramerman heeft nog niet helemaal het gevoel hoe dat nou precies straks moet met die participatie en zo. Zo opende u net, mede naar aanleiding van de vraag die u gesteld heeft, de schriftelijke vraag. Dat moeten we inderdaad een beetje gaan aftasten met elkaar, wat een werkbare manier is. Aan de ene kant willen we graag u niet straks confronteren met uitkomsten van participatieprocessen waar u misschien helemaal geen behoefte aan heeft gehad als raad. Maar aan de andere kant willen we ook niet iedere raadsvergadering over zes onderwerpen discussie met u voeren over wel of niet wie de stakeholders zijn. Dus we moeten daar een beetje naar gaan zoeken, denk ik. Een model maken misschien. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je op een bepaald niveau van de participatieladder gaat zitten, dat je dan met de raad in gesprek gaat. Maar nogmaals, als ik het goed begrepen heb, gaan wij ook tweede kwartaal van 2018 nog een keer een commissie in het leven roepen om juist hiernaar te kijken. Met de nieuwe raad. En dan moeten misschien dit soort onderwerpen wat vastgezet worden. Maar ik zou eigenlijk de komende tijd gewoon willen experimenteren en uitproberen met elkaar. In het besef dat wij u niet voor het blok willen zetten. Maar ook niet met een enorme werklast willen worden geconfronteerd. U stelt de vraag, en dat is wel grappig eigenlijk. U stelt de vraag, hoe willen we nu gezien worden? Want je bent bezig met communicatiebeleid, maar wat is nou het beeld wat je van jezelf wilt neerzetten? Wil je de groenste gemeente zijn of whatever? En dat is een hele interessante vraag. Die vind je eigenlijk ook in deze nota niet echt terug. Omdat als het gaat om de lading van ons merk, ik ook denk dat we dat niet aan communicatieafdeling moeten overlaten. Maar dat is eigenlijk een strategische vraag. En ik zie dat veel meer, tenminste voor mij, als een uitkomst van de notitie, van de eerdere discussies rondom missie en visie van de gemeente Dalfsen. En naar mijn gevoel moet wat wij willen zijn en wie we willen uitstralen, moet daarop aansluiten. U heeft bij een van de ambities gezien dat we structurele aandacht willen besteden aan het hele communicatiebeleid. Ik heb daar zelf met de pen ook in de voorbereiding opgeschreven, structurele, maar ook opportunistischer. Dus we willen structureel, en dat lijkt een soort tegenstrijdigheid. Maar als u goed kijkt naar waar we de afgelopen tijd, denk ik, publicitair een goed beeld mee neergezet hebben, dan is dat bijvoorbeeld Entente Floraal. Dat is een investering die past bij het karakter van de gemeente Dalfsen. Maar het is een kans die je grijpt op het moment dat die langskomt. Dat heb je niet van tevoren bedacht. Die kans komt langs, die grijp je, het lukt en dan vergroot je hem. In feite hebben we dat ook op dezelfde manier gedaan met de archeologische vondsten. Ook dat past volgens ons heel goed bij het karakter van onze gemeente. De kans komt langs. Die heb je ook niet van tevoren bedacht. Dat wisten we echt niet dat het in de grond zat. Dus het komt eruit. Dan grijp je je kans. En dan probeer je hem te vergroten. Wat je wel bij al die trajecten hebt gezien, is dat er, zeker bij de Schat van Dalfsen, is dat we daarbij ook iedere keer proberen om aansluiting te vinden met allerlei initiatieven die al binnen onze gemeenschap plaatsvinden. Dus hoe wil je gezien worden? Ja, dat zit bijna in onze genen. Vindt u inderdaad niet in deze nota terug. Misschien moeten we daar nog eens een keer apart ook over nadenken. Ook als college. Wat de kern
zinnen zouden zijn. Uw punt begrijpelijk maken van de teksten, dat komt in de uitvoeringsnota terug. Maar misschien kan mevrouw Westerkamp daar straks nog iets over zeggen. En uw idee om ook daar de buitendienst zeg maar, in te trainen, dan gaat het niet om begrijpelijke teksten, maar in vaardigheden van communicatie, vind ik een heel aardig idee. Vindt u het goed dat ik er nog niet inhoudelijk op reageer? Maar dit is voor mij een nieuwe gedachte. En eentje die ik wel heel interessant vind. Want ik denk dat het inderdaad ambassadeurs zijn. En meneer Aanmaker zei dat in feite ook al. Meneer Rooijakkers, Jongendaalse 8 uur per week, dat is al heel wat. Dat is het ook echt in onze begroting, in ons budget. Plus een aantal euro's, 12.000 geloof ik als ik het goed heb. Ik ben eerlijk gezegd niet op de hoogte wat exact de stand is inhoudelijk. Misschien mevrouw Westerkamp wel. Want ja, als het gaat om content van Jongendaalse, ja, dan moet u bij de wethouder zijn. En die is er niet. Ik ga niet over de inhoud zoals u weet. Ik ben de burgemeester. Huisstijl. Maar misschien dat mevrouw Westerkamp er wel iets over kan zeggen. Huisstijl, onderzoek eerst. Ook daarvan, voorzitter, zou ik het fijn vinden als mevrouw Westerkamp er iets over kan zeggen. Of wat de financiële consequenties zouden zijn. A, wat kost het onderzoek? En B, als het onderzoek leidt tot de conclusie niks doen, wat levert dat dan op? Dat heb ik even niet in mijn hoofd. Meneer Raamaker wijst ons erop dat we misschien te bescheiden zijn. Onze ambitie van 6,7 naar 7 is dat niet wat te weinig. Ook hier heb ik met mevrouw Westerkamp in de voorbereiding uitgebreid over gesproken, over dit onderwerp. En dat komt omdat ik de ervaring heb dat het heel erg moeilijk is om hoog te scoren op communicatie. En dat zie je ook bij andere gemeentes. Communicatie zit altijd relatief laag in de waardering van de functies van de gemeente. En dat komt omdat een heleboel mensen toch echt communicatie verwarren met wel of niet je zin krijgen. En wat ik daarmee probeer te zeggen is dat als de gemeente niet heeft gedaan wat jij wilde, dan wordt toch vaak gezegd dat de communicatie niet goed was. Vaak was die communicatie prima, maar was de uitkomst niet degene die men wilde. Dus de communicatie is wel al gauw degene die de schuld krijgt van alles en nog wat. En dat maakt het ook zo moeilijk om juist om communicatie als zodanig om daar hoog op te scoren. Dus wij denken zelf van 6,7 naar 7. Menig gemeente haalt de 6 niet. Hè, zit op communicatie op een onvoldoende. Als wij van 6,7 naar 7 gaan, dat we daar best een kluif aan hebben. Dat wordt nog ingewikkeld genoeg. U zegt ook zijn we niet te bescheiden. Dat ben ik met u eens. Maar dan hebben we het weer over hoe we ons presenteren. Ik vind dat we op een aantal vlakken, en u haalt er ook weer de buitendienst aan, ons veel beter kunnen presenteren dan we tot nu toe doen. We mogen iets meer onze kwaliteiten laten zien. Dat ben ik echt heel erg met u eens. Meneer Nijkamp, dat is heel interessant. Dat u, maar weet u, ons beleid wordt niet begrijpelijk, onze communicatie. Dus even, want onze communicatienota zegt niet dat het beleid begrijpelijk wordt, zegt slechts dat de communicatie begrijpelijker wordt. En dan nu naar de betekening van monitor management. Dat is iets wat we al doen op dit moment, omdat een heleboel discussies over de gemeente, en die ook betekenis hebben voor de gemeente, plaatsvinden in de virtuele wereld. En als jij niet aangesloten bent met allerlei zoekapparaten, ik moet mij niet vragen naar de techniek, maar als je niet aangesloten bent met allerlei zoekapparaten over wat er allemaal over jou gezegd wordt op Facebook of op Twitter, dan ben je vaak degene die het laatste hoort wat er met jouw imago of met jouw beeld is gebeurd. En dat is het onderwerp monitoring management en ook op persoonlijk niveau. Dat is daar wat daarmee bedoeld wordt, zover ik dat weet. Ja. Even verduidelijken of we elkaar nou goed begrijpen, want het uitgangspunt wat hier beschreven staat, omgevingsmanagement monitoren van de omgeving. Ja. Ik begrijp die zin nog steeds niet. Wat u zegt over monitoring van social media, dat snap ik wel. Ja. Maar als dat ermee bedoeld wordt, dan zou ik ook zeggen van zetten dat dan op die manier neer. Okay, want het staat nu volstrekt cryptisch omschreven. Dus, okay, in ieder geval wordt dat als u dat zo bedoeld hebt. Ja, wat gebeurt er in onze omgeving, wat voor ons relevant is en waar we kennis en informatie zo snel mogelijk van willen genereren, dat is natuurlijk voor ons echt iets nieuws. Dat was er vroeger helemaal niet. Kreeg je nieuwskrant, weet je wel, 1 keer per week. Nou ja, en nu moet je gewoon echt aangesloten zijn op wat er in die virtuele wereld allemaal aangaan. Maar dat is dan wat ermee bedoeld wordt. Ik kijk voor de zekerheid weer even naar mevrouw Westerkamp. Ik zeg nog steeds niks verkeerd, geloof ik. Hè? Nee.
U heeft kleinschalig en persoonlijk als uitgangspunt. Dat moet je niet absoluut formuleren, dat ben ik met u eens. We hebben hem juist ter compensatie eigenlijk zo geformuleerd. Omdat heel snel de neiging is om te denken, ik heb een Twitterbericht weggestuurd, ik ben klaar. En het blijkt dat je mensen misschien wel kunt informeren, maar je kunt ze nauwelijks overtuigen. En zeker als het gaat om zaken die hun persoonlijk raakt, is uiteindelijk het gesprek waarin je elkaar ook kunt zien, toch vaak de meest effectieve manier om die communicatie vorm te geven. En wat we toch tegen elkaar gezegd hebben, dat staat ook zelfs de openingszin, als ik het goed heb, van de nota. Communicatie is geen tovermiddel dat ervoor zorgt dat projecten of het beleid van de gemeente slaagt. En het is niet zo dat als we meer communiceren, alles vanzelfsprekend ook beter gaat. En dat is het gewoon niet. Communicatie is niet de oplossing. Communicatie is een manier om met elkaar in contact te komen en met wederzijds begrip verder de volgende stap te zetten. En dat is wel vaak iets heel persoonlijks. Dus we willen graag dat persoonlijke, voor zover dat kan en dat zinvol is, vasthouden. En in die zin heeft u natuurlijk ook gelijk dat papier en duurzaamheid, dat gaat wel degelijk met elkaar samen. Dus des te minder papier, des te duurzamer zou je kunnen zeggen. Maar nu is het wel zo dat wij geconstateerd hebben dat de papieren dragers nog steeds buitengewoon effectief zijn. Dus als je het hebt over onze kernpunten, dan is het nog steeds het meest gelezen. Veel meer dan wat wij digitaal communiceren. Voor een veel grotere groep. Dus daar kunnen wij gewoon echt geen afscheid van nemen. Maar u heeft wel gelijk, des te minder papier, des te beter het is. Maar niet als het gaat om de impact en de betekenis van communicatie. Dan de huisstijl, waarom nu? Ook die vraag graag bij mevrouw Westerkamp, als u het goed vindt. En de implementatie aanpak omgevingswet. Dit is echt een ingewikkeld punt. Omdat, en als ik dat niet goed doe, moet mevrouw Westerkamp me dadelijk aanvullen hierop. Maar de wijze waarop je invulling gaat geven aan de mogelijkheden die de omgevingswet je biedt. Om meer ruimte te bieden aan burgers, bedrijven en ondernemingen. De keuzes die je daarin maakt, bepalen voor een heel belangrijk deel hoe je ook de communicatie met die burgers vorm wilt gaan geven. Als wij dadelijk een gemeente worden die in feite weinig verandert, waarbij ik me alles kan voorstellen, omdat de inrichting van de openbare ruimte zo bepalend is voor de kwaliteit van deze gemeente, dan zou het best wel eens een keer kunnen zijn dat deze raad zegt, de omgevingswet biedt de mogelijkheid dat bedrijven en burgers naar eigen inzicht kunnen bouwen. Maar wij bieden als raad die mogelijkheid niet, omdat we dat te riskant vinden voor de leefomgeving die zo typisch is, kenmerkend is voor onze gemeente. Dat vraagt een heel andere invulling van bijvoorbeeld beleid rondom participatie en communicatie, dan het moment waarin je zegt, nee, we gaan werken met kaders en we gaan heel veel ruimte bieden en we gaan vergunningvrij bouwen. Ik noem het maar even heel simpel. Hè? Hoe doe je het dan? Dat is de reden waarom we eigenlijk gezegd hebben, die implementatie van de omgevingswet, dat wordt wel voor een deel bepalend hoe wij ons instrumentarium gaan inzetten. En daar moeten we echt even goed naar kijken. En overigens verwachten wij daar ook in hoofdlijnen daar in de loop van volgend jaar wel duidelijkheid over te krijgen. Over wat daarbij onze uitgangspunten worden. Ik heb een aantal vragen naar mevrouw Westerkamp doorgesluist. Maar voor zover. Ja, dank u wel, burgemeester. Inderdaad, vier vragen naar mevrouw Westerkamp, die u sommige al gedeeltelijk beantwoord hebt. Maar er is ook nog één vraag open van de ChristenUnie, duurzaamheid, of daar geen relatie mee is. Ja, papier. Verder zie ik hem minder. En papier zie ik hem, natuurlijk. Mevrouw Westerkamp. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ramerman had de vraag gesteld over de schriftelijke communicatie, hoe wij daar uitvoering aan gaan geven, dat de teksten nog klantgerichter worden. Dit is niet zo opgenomen in het communicatiebeleidsplan, maar waar we wel continu aandacht voor hebben is hoe onze medewerkers schrijven. Dat doen we door van tijd tot tijd ook schrijfcursussen aan te bieden, waaronder het schrijven op B1-niveau. En in het verleden is gebleken dat de medewerkers die deelnemen aan die cursus heel enthousiast zijn over de manier waarop zij
hun brieven, of dat zij nu anders naar brieven kijken dan voorheen. Dus dat doen we van tijd tot tijd en dat doen we dan ook samen met onze afdeling HR. Ik weet niet of daarmee uw vraag... meneer Roy Akker, de factor C was geloof ik al, de vraag over factor C was geloof ik al beantwoord. Factor C is met name gericht op beleidsprocessen. Dus vandaar dat het ook echt voor beleidsmedewerkers is. En de vraag voor de buitendiensten laat ik graag aan de burgemeester verder over. Meneer Roy Akkers. Die was benieuwd naar de resultaten met betrekking tot Jong-Dalfsen. Nou, op dit moment hebben we nog niet exacte cijfers, maar wat we merken is dat er een groepje aan het ontstaan is die samen met onze ambtelijke medewerker vorm gaat geven aan Jong-Dalfsen. En je merkt ook dat de pagina vaker wordt bekeken op Facebook en op Instagram. Dus in die zin zit er een stijgende lijn in en van tijd tot tijd houden we ook onderzoeken. Nou, we hebben nu ook een onderzoek onder het burgerpanel naar het drugsgebruik in de gemeente en of met name overlast van drugsgebruik. En daar zetten we Jong-Dalfsen dan ook weer voor in om extra de aandacht te geven aan dat onderzoek. Om jongeren ook te mobiliseren om zoveel mogelijk het onderzoek in te vullen. Maar exacte cijfers kan ik u op dit moment nog niet geven. En dan was er ook nog de vraag van meneer Royaks over de huisstijl. En wat levert het ons dan op, mocht het onderzoek uitwijzen dat het niet doorgaat? Nou, we hebben nadrukkelijk gezegd van we willen aansluiting zoeken bij de missie en visie. En daarbij komen we ook gelijk op het punt van identiteit en imago. Want dat zou ook een fantastisch aanknopingspunt zijn om... die drie missie, visie, identiteit en imago en huisstijl bij elkaar te voegen. Past onze huisstijl nog bij dat wat wij willen uitstralen? En een onderzoek daarna gaat al gauw in de papieren lopen. Maar we hebben ook gezegd van in die 50.000 euro zou ook moeten zitten op het moment dat het onderzoek is afgerond en het blijkt dat we toe zijn aan een nieuwe huisstijl. In elk geval de ontwikkelingskosten voor een nieuwe huisstijl. Dus niet de uitvoeringskosten, maar de ontwikkelingskosten ervan. En daarmee denk ik dat ik alle vragen heb beantwoord. U hebt alle aandachtspunten inderdaad beantwoord. Dank u daarvoor. Ik zie verder geen verdere lampjes branden, dus gaan we over naar het opinierende gedeelte van dit agendapunt. En mevrouw Rameman, mag ik u als eerste het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd, een duidelijke nota met duidelijke kaders en doelstellingen. Dank daarvoor. Dat we investeringen in communicatie om beter en sneller te communiceren en participeren ondersteunen wij van harte. Het is belangrijk om laagdrempelig en eenvoudig te communiceren. In het bestuursforum van CDA stond afgelopen weekend een onderzoek waarin staat dat de WhatsApp de e-mail gaat verdringen. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Daar moeten we en willen we in mee. Dat dit tijd en geld kost is dan onvermijdbaar. Ik zal jullie het artikel laten toekomen, dan heb je die informatie ook. Het CDA heeft drie aandachtspunten die we willen meegeven als aanvulling op deze nota. En dan kom ik toch terug op mijn imago. Mevrouw Westerkamp gaf het net al wel aan. Dat hoort thuis inderdaad in de missie en visie wat meneer Noten ook zei. Maar als je bezig gaat met de huisstijl, nou, dat bevestig je al, dan moet je dat wel voor ogen hebben. Anders kun je volgens mij niet met de huisstijl aan de gang. Dat is mijn eerste punt. Tweede punt. Laten we vergaan om de gehele organisatie mee te nemen in een nieuwe manier van communiceren. Zodat alle ambtenaren uitstralen waar we voor staan binnen de gemeente. En als derde punt wil ik graag aandacht voor het gemeenteraad zichtbaar maken. Dat ondersteunen we van harte. Maar wij willen er wel voor waken dat we geen eenheidsworst worden. Elke partij heeft wel zijn eigen identiteit. En daar willen wij als CDA graag aan vasthouden. En verder kunnen wij akkoord gaan met de voorgestelde bedragen in deze nota. Bedankt daarvoor. Dank u wel, mevrouw Rameman.
Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor dit mooie plan. Wij zien de noodzaak om op een modernere manier met onze inwoners te communiceren en ondersteunen de geformuleerde doelstellingen dan ook zeker. Dit plan voldoet volgens ons voldoende om aan die doelstellingen te kunnen voldoen. Echter, waarom zit er aan werkelijk elke activiteit een extra prijskaartje? Dat de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl geld kost, is tot daaraan toe. Maar bij elke communicatieambitie worden extra middelen opgevoerd. Wij voeren toch al communicatie. En misschien moeten we dat anders doen. Maar dat hoeft niet altijd meer geld te vragen. Kortom, een mooi plan met goede ambities. Maar wij krijgen een beetje de indruk dat we zelf niet meer zoveel kunnen als het gaat om innovatie. En dat is ongetwijfeld niet het geval, maar wij houden toch de reserveringen bij de hoogte van die extra uitgaven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor een heldere notitie met een goede structuur. Ook erg fijn dat in ieder geval het hoofdstuk sturen en meten expliciet is opgenomen. Daar hebben we wel eens vaker om gevraagd en we zijn blij dat we die hebben aangetroffen op deze manier. In de kern, dat is de titel van dit beleid, een rake titel, hoewel die nergens wordt toegelicht. Maar het draait in veel gevallen wel om communicatie. Het is ook een onderwerp wat vanuit onze fractie regelmatig bij allerlei onderwerpen wel aan de orde wordt gesteld. Want het is niet zo simpel om goed te communiceren. Dat denken we altijd misschien wel met elkaar. Maar de werkelijkheid is ongelooflijk weerbarstig als het gaat over communicatie en participatie. Dus in die zin, al die vragen en kritische vragen die we daar ook over gesteld hebben, dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is. Dus wij snappen ook dat hier echt aandacht voor nodig is. Doe je communicatie niet goed, dan gaat het ook bijna altijd fout. Dat is in ieder geval wel de les die we uit het verleden hebben getrokken. Andersom geldt echter niet. En de portefeuillehouder, burgemeester Noten gaf het net al aan. Al communiceer je goed, dan weet je bijna zeker dat je ook als je een besluit hebt genomen, er toch groepen zullen zijn die niet gelukkig zijn met een besluit. Dus in die zin is maar de vraag of goede communicatie nou meteen leidt tot een betere beoordeling van de dienstverlening en de beleidsontwikkeling van de gemeente. Ik denk dat we daar echt rekening mee moeten houden. In die zin snap ik de ambitie wel van de heer Raamaker van kunnen we niet voor een 8 gaan? Ja, graag een 8, maar ik denk dat 7 ook inderdaad al wel lastig genoeg is. En ik hoop echt dat we dan die 7,5 halen op weg naar die 8. Dan prima om in te zetten op verbetering en uitbreiding van de digitale communicatiemiddelen. Toch een paar opmerkingen daarover. Allereerst blijvende aandacht voor laaggeletterden en digibeten. Die zijn er en die blijven er. We zijn blij dat daar ook in ieder geval wel nadrukkelijk op wordt gewezen in de zin van ook de traditionele communicatiemiddelen en participatiemiddelen blijven van kracht. Dus laten we ons dat ook vooral te harte nemen, zou ik zeggen. En grote groepen prefereren traditionele informatievoorziening. Kernpunt is net ook al even genoemd. Wat we nog wel missen is het onderwerp kanaalsturing. Want er is ook een hele grote groep mensen in, ook in onze gemeente, die het prima vindt en misschien zelfs wat de voorkeur heeft aan digitaal communiceren. Dat kan op een aantal punten erg efficiënt zijn en effectief, maar op een aantal punten kan het ook leiden tot inefficiëntie. Ik bedoel, al die mooie Twitterberichten die je krijgt en al die mooie e-mails, dat is allemaal fantastisch, maar het kost allemaal individuele arbeidskracht. Dus wees daar ook alert op en wij zouden willen pleiten voor wat meer aandacht voor kanaalsturing. Met betrekking tot burgerinitiatieven, en er wordt gesproken over de rol van de raad. Eigenlijk wordt alleen gezegd van toetsen of niemand wordt uitgesloten. Nou is dat wel een belangrijk punt, maar het is zeker niet het enige waarop de raad ons inziens acteert. Dat is echt breder. Richting een paar ambities nog aanvullende opmerkingen. En eigenlijk ook nog wel een punt met betrekking tot de besluitvorming. Die 50.000 euro voor de ontwikkeling van huisstijl. Daar zijn wij vooralsnog niet toe genegen dat te steunen. We snappen best dat er eens even naar gekeken mag worden. Maar wij zouden eerst wel eens dat onderzoek willen afwachten. En maak dat niet al te ingewikkeld, dat onderzoek, zouden we zeggen.
Dus kom eerst eens met de resultaten van het onderzoek terug en laat ons dan eens even zien van wat dat nou uiteindelijk bijdraagt. Zeker ook omdat het verbonden wordt, en ook wel terecht, met ambitie, de ambities in missie en visie. En daar gaan we ook als raad, denk ik, binnenkort wat meer over horen. Dus vooralsnog geen akkoord over die 50.000 euro wat ons betreft. Verder zouden we ook erg terughoudend willen zijn over het bedrag boven de 10.000 euro voor de promotie. Ook daar wordt een pilot voorgesteld. Dus we zouden zeggen van laten we eens even kijken wat die pilot dan oplevert. En ja, afhankelijk daarvan ook vervolgruimte bieden. We snappen het enthousiasme wat blijkt uit deze nota. Maar financieel gezien vinden we het net een paar stappen te snel. Bestuurlijke vernieuwing en eventuele vergroting van de zichtbaarheid van de raad. Helemaal eens met de opmerking van CDA daarover. De identiteit van de individuele fracties of partijen, die blijven gewoon gehandhaafd. Tegelijkertijd kun je wel werken aan zichtbaarheidsvergroting van de raad. Daar zijn we ook best wel wat ideeën over. En het lijkt ons ook goed om in de raad voor 2018, de nieuwe raad die dan zal aantreden, om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Overigens, als het dan gaat over uitbreiding van capaciteit in het kader, maar dat is een vraag in tweede ronde eigenlijk, realiseer ik me. Eigenlijk is dat een uitbreiding van de Griffie-capaciteit. Of zien we dat verkeerd? Want die staat voor de raad. Maar misschien dat daar de wethouder nog even op kan reageren. Tot zover grotendeels steun voor de nota en de ambities. Maar op een paar punten toch wel even terughoudendheid, dan wel een niet-akkoord. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Misschien dat de heer Noten gelijk u kan reageren op uw vraag wat de uitbreiding betreft. Nee, dat zou zo moeten zijn. Het gaat hier om uitbreiding ten behoeve van activiteiten voor de Griffie. Alleen maar met de Griffie is afgesproken dat je geen 8 uur communicatiecapaciteit bij de Griffie neer moet zetten. Dus die wordt gewoon ondergebracht bij de huidige afdeling communicatie. Maar in essentie gaat het om 8 uur. Is het 8 uur? Ja, 8 uur. 4 uur, neem me niet kwalijk. 4 uur ten behoeve van de Griffie. Dank u wel voor deze nadere beantwoording. Meneer Rooijakkers, D66. Ik sluit om te beginnen even aan op wat de heer Nijkamp zei over die 50.000 euro voor de huisstijl. En op het antwoord wat we gehad hebben van mevrouw Westerkamp. Want die liet het nogal in het midden van hoe dat het verdeeld werd tussen het onderzoek en het ontwerp, want het was niet eens de uitvoering van de huisstijl, want dat gaat waarschijnlijk tonnen kosten. Vandaar ook een beetje mijn vraag. Als je alle informatiedragers en appeltjes meer zei, je moet aanpassen, dan kost dat echt veel geld. Maar we zijn misschien een beetje gehandicapt door het feit dat de dienstdoende wethouder er niet is. Maar ik stel het dan wel op prijs om een keer die verdeling te horen. Hoeveel heb je nou echt nodig voor dit onderzoek? Want dan hoeven we ook niet in het vage te blijven als we straks over het geld hoeven te hebben. Want dat denk ik dat zonder meer nuttig is om het onderzoek uit te voeren. En dan later te bekijken of dat nuttig is om niet alleen het ontwerp, maar ook straks een raming te krijgen van welke kosten je er allemaal gemoeid mee hebt om een huisstijl werkelijk in te voeren. En of dat we dat dan, of de volgende raad er dan enthousiast over is, laat ik maar zo zeggen. Ook over de beantwoording van Jong Dallersen. Er werd erg veel aangesloten bij het burgerpanel. Maar naar mijn visie was Jong Dals toch op een iets andere leest geschoeid. En misschien dat we daar over een paar weken, als de nieuwe wethouders aangetreden, nog een keer een antwoord op kunnen krijgen als raad. Verder, beleidsnotitie vinden we een belangrijke stap voorwaarts. Een verbreding van het onderwerp communicatie, goed op de kaart gezet. We vinden het ook nodig om de ontwikkelingen bij te houden en ook de toelichting die gegeven is over wat nodig is in verband met digitale communicatie, met de monitoring management en alles wat daarmee samenhangt, is denk ik erg nuttig. We zullen dat dan ook van harte ondersteunen. Goed begin en snel van start zou ik zeggen en een beetje in aansluiting op wat de inspreker eerder heeft gezegd toen we het over de aanpak van thuis in Dallersen zei. Je hoeft niet alles over een half jaar te doen. Dat kan, als het binnen een week kan, dan kan het ook in een week. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil me ook graag aansluiten bij de opmerking over de huisstijl van de ChristenUnie.
eerst een onderzoek doen en dan kijken wat daar uitkomt. Daar heb ik wel meteen misschien nog een aanvullende vraag hierbij. Dan hoeft u nu op dit moment ook geen antwoord op te geven, misschien kan dat wel. Want wat is er dan nodig voor dat onderzoek? Wat gaat dat kosten? Want mij bekruipt een beetje het gevoel, na beantwoording van de vragen, dat een groot gedeelte van die 50.000 euro ook opgaat aan dit onderzoek. Dus daar ben ik nog wel even benieuwd naar hoe dat zit. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Dan over het plan. Dank voor dit plan. We zijn blij te zien dat de gemeente zich op het gebied van communicaties ambities ten doel heeft gesteld. Hiermee laten we zien dat we inzetten op een goede communicatie met de samenleving, met de burger en met het bedrijfsleven. De ambitie om een hogere waardering van onze inwoners te krijgen is een hele goede wat ons betreft. Minimaal een 7 is misschien wel wat aan de voorzichtige kant, maar na de beraadslagingen van vandaag snap ik dan ook dat het wel lastig genoeg zal zijn. Ook om de ambitie om participatie in te zetten bij beleidsvorming juichen wij toe. Dat de Raad daarin een voorname rol heeft is vanzelfsprekend en ook goed. Maar hetzelfde geldt wat ons betreft ook voor het college en de ambtelijke organisatie. Wel vinden we de aanvraag van structurele middelen nogal hoog ingeschat. Het moet toch mogelijk zijn om een deel van deze extra kosten te halen uit het opnieuw inzetten van communicatiemiddelen als geheel. Door je communicatiebeleid in zijn geheel opnieuw te bezien. Ga je met deze middelen, die kun je dan opnieuw in gaan zetten. En waarschijnlijk nog wat efficiëntie behalen daarin. Dank. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, dank voorzitter. Nou, dank voor het communicatiestuk wat we hebben gecreëerd. Communicatiebeleid voor de komende jaren wat nu voor ons ligt. Duidelijk, overzichtelijk neergezet en een compliment aan de opstellers ervan. Veel gaat er goed in onze gemeente en ja, sommige dingen kunnen ten alle tijde beter. Dus en de opmerking die ik daarbij wil maken is dat blijf goed kijken, praktisch naar ook de controle op de links van de website. Dat op een gegeven moment die links niet een rode draad hebben, dat ze op een dood spoor worden gezet. Dus kijk goed van wat er binnenkomt aan communicatie. En ja, je ziet op een gegeven moment ook de KCC, maar ook de buitendienst. Dat zijn onze ambassadeurs, die moeten het dalsen verkopen. Dus daar gaan we vanuit dat daar nog steeds praktisch naar wordt gekeken. Werken aan verbeteringen en leren van leermomenten. Het geld werd net ook een paar keer genoemd. Nou, ik denk niet dat we een monitoringscommissie hierop moeten zetten van die 50.000. Als daar wat van overblijft, hebben we denk ik wel een college die dat niet gaat uitgeven. Dus ja, wees zuinig met de centen, maar we moeten wel zeg maar toch vaart maken. Want communicatie gaat snel, werd net ook al gezegd aan de andere zijde. We moeten gewoon zorgen dat we snel en adequaat zeg maar, ermee aan de slag kunnen. Hoe dat draagt toch zorg aan goede terugkoppeling met de burger. Want daar schort het vaak aan dat mensen geen antwoord krijgen. Dus dat, ja, die komen dan weer terug bij de raad en zeggen ze, ja, we hebben geen antwoord gehad. Dus dat soort dingen, dat kun je allemaal op papier zetten. Maar ik denk praktisch, kijk er goed praktisch naar en probeer zoveel mogelijk goed en praktisch op te lossen. En dan kunnen wij instemmen met het stuk wat voor ligt en wensen het college veel succes toe. Dank u wel, meneer Raamaker. Een beetje twee kanten op waarbij de tegenwerpingen eigenlijk, als ik het zo mag noemen, vooral richting de 50.000 euro gaan wat het huisstijl betreft. En uw vraag, meneer Royakkers, om de nieuwe wethouder eens zijn licht te laten schijnen als hij aangetreden is. Ja, die kunnen we nu natuurlijk niet beantwoorden, maar misschien dat de burgemeester daar nog iets over kan zeggen dat ze dat meenemen. Ja, dat zou ik echt heel vervelend vinden. Want dit is mijn portefeuille. Dus als de nieuwe wethouder begint met mijn portefeuille over te nemen, dan heb ik wel een indringend gesprek met hem. Dus dit is. Ik heb ook die wens nog niet bij hem gehoord, dat verlangen. Dus dat komt vast goed. Dus nee, burgemeester, dus een kans voor open. Ja. Als het gaat om de inzet van de jongeren, dat is natuurlijk iets wat inhoudelijk moet worden aangestuurd vanuit de portefeuille jeugd en jongerenwerk. Dat is volstrekt helder. Als het gaat om het communicatiebeleid als zodanig, zit ik wel aan de goede knoppen. Ik wist dat u het bedoelde, meneer Royakkers, maar ik vond het gewoon wel een leuke grap ook. Dus ik hoop u ook.
Er zijn een paar opmerkingen gemaakt waar ik graag een positieve zin op zou willen reageren. Want we zijn het er echt mee eens dat imago en huisstijl, dat dat samengaat. En we zijn het er ook mee eens dat dat niet iets is wat je kunt beperken tot een afdeling communicatie. Dat gaat om wat je als gemeente in zijn geheel uit wil stralen en ook overal wil uitstralen. Dus niet alleen maar op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk van de mensen van de buitendienst. Daar zijn we het allemaal volstrekt mee eens. De heer Nijkamp heeft een aantal waarderende woorden mee uitgesproken. Heeft vooral ook duidelijk gemaakt, denk ik, dat de praktijk buitengewoon ingewikkeld is. En dat is hier ook gewoon. En u zegt terecht, denk ik, dat slechte communicatie leidt tot een lagere waardering, maar dat goede communicatie niet per definitie leidt tot een hogere waardering. Dus het is in die zin ook geen tovermiddel. Uw opmerking over kanaalsturing, daar ga ik me in verdiepen. Ik weet nog niet precies wat ik ermee moet, maar ik geloof dat u daar een relevant punt heeft. En voor de rest gaat het toch erg veel over die 15.000 euro huisstijl. Voorzitter, wat in de notitie staat, in de nota staat, is dat we in essentie een nieuwe huisstijl willen. Dat is een keuze die hierin voor ligt. Maar het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en het onderzoeken van wat de feitelijke kosten zouden zijn van de implementatie van een nieuwe huisstijl, dat is wat aan de orde is. Dus het onderzoek is wat de afdeling communicatie betreft niet zozeer gericht op de vraag, willen we een nieuwe huisstijl? Want wij denken dat we willen. Maar we willen dat getoetst hebben door een partij die daar verstand van heeft en dat vervolgens uitgewerkt hebben. En met 15.000 euro, daar zijn die 15.000 euro voor. Dus het is geen algemeen onderzoek van een bureautje wat langskomt en volledig vrijblijvend eens een keer gaat kijken of die huisstijl wel of niet voldoet. Dus het is echt wel de keuze voor een nieuw huisstijl die meer past bij deze tijd en ook aansluit bij de missie en de visie. En de discussie die we daarover gaan voeren. Dat is ook de reden waarom die voor 2019 is voorzien en niet voor 2017 of 2018. Juist om hem in die tijd te laten samenvallen. Omdat we denken dat het dan aan de orde is. Dus mijn verzoek aan u zou zijn, geef ons die ruimte om dat te doen. En de heer Raamaker stelt volkomen terecht, en ik wil die toezegging ook doen, dat op het moment dat wij tot de conclusie komen dat een nieuw huisstijl niet aan de orde zou zijn of niet nodig is, dan komen we gewoon bij u terug. En dan houden we dat geld over. Maar op dit moment is de redenering echt dat we zeggen, nee, we komen in een nieuwe fase. En een nieuwe fase betekent een andere manier van communiceren, een andere manier van presenteren. Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren? Meneer Nijkamp? Want in de notitie staat wel degelijk eerst de vraag van of het wenselijk is om tot een nieuwe huisstijl te komen. Dus de stellige uitspraak die nu wordt gedaan, dat is een andere uitspraak dan wat er in de notitie staat. Dat moet ik constateren. Nee, maar u heeft gelijk. En de tweede vraag die daaraan gekoppeld is, als u de overtuiging hebt dat er een nieuwe huisstijl moet komen, dan hebt u dus blijkbaar nu beelden dat de huidige huisstijl in ieder geval niet voldoet. En daar lezen we niets over. Dus die zouden we dan wel graag wat beter gepresenteerd willen zien. Nee, maar voorzitter, burgemeester, de heer Nijkamp heeft gelijk. Ik wil hem ook niet zo stellig naar de andere kant toe formuleren, maar het vertrekpunt van het agenderen van dit onderwerp is dat wij denken dat het niet meer past. En de harde gegevens en cijfers eronder hebben we er niet. Het is echt het idee wat we vanuit de afdeling communicatie ook door mij ondersteund. Bestaat we denken, nou ja, hij is langzaam maar zeker aan vernieuwing toe. En zeker op het moment dat we over een jaar of twee, drie ons communicatiebeleid hebben veranderd en ook onze missie en visie hebben geherdefinieerd, dan past daarbij een nieuwe presentatie. Nou, dat is meer de gedachte. Maar ik zeg daarbij, conclusie kan ook zijn, nee, dat is niet nodig. Het is geen waardevrije vraag naar een onderzoek. Normaal gesproken is het een onderzoek waardevrij. Toch is dat een rare redenering, voorzitter. Aan de ene kant bijna de overtuiging dat het wel nodig is. En op het laatst zegt u van ja, misschien komen we tot de conclusie dat die nodig is. Dus is het wel degelijk zinvol om dan toch eerst maar gewoon dat onderzoek te doen. En tot die tijd gewoon maar even daartoe beperken. Voorzitter, wat ik probeer te zeggen is, in termen van onderzoek, dit is geen watervrije vraag die we stellen aan een bureau wat we naar binnen halen. Normaal gesproken, een onderzoek veronderstelt, het kan naar links, het kan naar rechts. En hier is de veronderstelling dat we een nieuw huisstijl nodig hebben.
het zou kunnen dat we daarin worden tegengesproken. Dus het is gewoon geen, ik ga niet net doen alsof het een waardevrij onderzoek is wat alle kanten op kan. Dat is niet waarschijnlijk. Dat vermoeden wij van niet. Voorzitter. Meneer Royakkers. Het lijkt er toch op dat we wel wat te leren hebben op het gebied van communicatie. Voor de firehouder. Want hier staat ook echt, is het goed om eens kritisch naar ons eigen uiterlijk te kijken? Voldoet de huisstijl nog? Vraagteken. En er staat ook in de tekst dat er een onderzoek moet komen daarna. Nou, anders dan, als u van mening bent dat het niet zo is, moet u het ook niet schrijven, zou ik zeggen. Dus vandaar ook mijn vraag van wat kost het onderzoek? En als we tot de conclusie komen dat het niet nodig is, hoeveel houden we dan in onze zak? Dat was gewoon een hele vraag, een beetje waardevrije vraag. Hè, zoals u zei, het is geen waardevrije vraag. Zo van, dat staat, dus dat vroeg ik. En nou horen we van u een heel ander verhaal, dus dat verbaast me gewoon. Dank u wel, meneer Royakkers. Voorzitter, mevrouw Westerkamp gaf al aan dat bij die 15.000 euro ook de ontwikkelkosten zijn. Daar zit ook de onderzoeksvraag bij dat als je een nieuwe huisstijl ontwikkelt, wat zijn dan de implementatiekosten daarvan? En daar zit in eerste instantie ook nog de vraag bij, is het echt wel nodig? Het enige punt dat ik probeer aan te geven, en dat is alleen maar fair, dat is kritisch kijken en je kritisch de vraag stellen, voldoet het nog wel? Dat is geen waardevrije vraag. Die vraag is, nee, dat is wat ik hier nu zeg, dat is geen waardevrije vraag. Die vraag is door de afdeling communicatie met mij ondersteund, vanuit het gevoel, het is niet meer van deze tijd. Dank u wel voor uw antwoord. Ik denk dat we hier aan toevoegen. Keer en dan ga ik afsluiten. Nou ja, het heeft wel te maken met een stukje ondersteuning van ons voorstel. Want wat ik dus nu ook hoor is dat het alleen nog maar het onderzoek betreft, die 50.000 euro. En stel dat daaruit komt dat we een nieuw logo gaan ontwerpen. Dat is natuurlijk altijd een van de dingen die dan, maar misschien gaat dat niet gebeuren. Maar in ieder geval de invoeringskosten. Op het moment dat we hier ja tegen zeggen, en er komt dus ook een voorstel tot implementatie, dan kun je geen nee meer zeggen. Dat valt bijna niet meer te doen. Dus we hebben zoiets van, maak het nou eerst een onderzoek om. Laten we even via de voorzitter discussie voeren. Op het moment dat de onderzoek geweest is en er komt naar voren dat daar een bepaald bedrag uitkomt om dat uit te voeren, dan heb je altijd als raad het recht om ja of nee te zeggen. Dat lijkt me heel duidelijk, al is het misschien moeilijk. Voorzitter, maar even de feitelijke informatie klopt niet. Ik heb echt gezegd, ik herhaal, het gaat om die vraag, is het nodig? Die is aan de orde, maar die hebben we dus niet waardevrij gesteld. Lijkt me alleen maar fair om dat hier te duiden. 2, het gaat om de ontwikkelkosten. En 3, het gaat om de implementatiekosten. Dat leidt op een bepaald moment tot een voorstel wel of niet een nieuwe huisstijl implementeren. Met een financieel plaatje waarvoor krediet zal moeten worden aangevraagd. En dat komt dan gewoon, denk ik, gewoon weer hier op tafel. Dus die 15.000 euro is het totaalbedrag wat nodig is om te komen tot een voorstel. Waarvan niet met zekerheid vaststaat dat we dat project weer helemaal doorlopen. Maar behelst wel die 3 elementen. En niet alleen maar het onderzoek. Dank u wel voor de beantwoording. Dan kom ik toch tot een afsluiting. Iedereen was het erover eens dat het wel een goed stuk is. Ondanks dat de meerderheid van de commissie stelt dat ze ermee akkoord gaan, wil ik het toch als bespreekstuk terugbrengen naar de raad van 18 april. En misschien dat het dan mogelijk is om nog wat meer informatie naar de raad toe te krijgen in zaken de exacte kosten van het onderzoek. En dat er nog wat meer informatie komt hoe de hele invoering verder zal gaan verlopen. Dus ik concludeer dit als bespreekstuk naar de raad van 18 april aanstaande. Dan sluiten we dit agendapunt af en gaan we verder met punt 5 voor de pauze. Aanpak leegstand buitengebied, verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend besluitvormend, ambtelijke ondersteuning van mevrouw Van Dam. Mevrouw Van Dam, hartelijk welkom. De verwachting is dat de komende jaren de omvang van leegstand in het buitengebied zal gaan toenemen. Primair is dit een verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf,
Maar vanuit de gemeentelijke ambitie, uit de structuurvisie buitengebied, is niets doen geen optie. In de structuurvisie buitengebied is per landschappelijk deelgebied de gewenste ontwikkelrichting aangegeven. In het plan van aanpak worden voorstellen gedaan om het platteland aantrekkelijk en vitaal te houden. Bij dit plan van aanpak is een koppeling gelegd met het in februari door de Raad vastgestelde plan van aanpak asbest. Twee ronden, informerend, opinierend. En voor de informerende ronde, wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. We hebben in eerste instantie drie vragen. Het bleek ook al een beetje uit de inleiding van de voorzitter vanavond. Het gaat over leegstand, maar de vraag van ons is dat nou dreigend of is dat nou actueel? Hoe ligt die verhouding nu? Er wordt in paragraaf 5.1 gesproken over een inschatting. Dan lijkt het meer een dreiging dan dat het actueel is, maar misschien kan de wethouder daar iets over zeggen. Tweede vraag heeft te maken met een van de voorstellen of gedachten. Dat is de regeling slooprechten verhandelbaar maken. Daar bleven we even haken en we vragen ons af, komt dat terug in de Raad? Zodat we daar mogelijk apart een besluit over kunnen nemen. Daar is het voorstel in ieder geval niet helemaal duidelijk over. En dat heeft alles te maken met mogelijke consequenties van zo'n regeling. En ook het grensoverschrijden, want het kan over gemeentegrenzen heen gaan. En de derde vraag, is de laatste vraag voor ons op dit moment. Wordt de hele regeling geëvalueerd? Er wordt aan het eind wel gesproken over evaluatie. Maar geldt dat de hele regeling? Dat zijn onze vragen op dit moment. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Die leegstand is zeker een heel groot probleem. En het levert al veel vragen op en weinig concrete oplossingen, een stukje doorgelezen en toch een vijftal vragen aan onze kant. In het stuk staat dat de samenwerking tussen en met partijen ontbreekt. En we vragen ons ook wel af van welke partijen willen of kunnen niet samenwerken en waarom niet. In hoeverre zal de nieuwe omgevingswet, en de burgemeester had er vanavond ook al over, heeft invloed op vele plannen, invloed hebben op deze problemen en eventuele aangeboden oplossingen. Is daar voldoende inzicht in? Is het loslaten van de verplichting om op de herbouwlocatie minstens 300 meter te moeten slopen een mogelijke oplossing om rood voor rood aantrekkelijker te maken? En die sluit wel een beetje aan bij de vraag van meneer Nijburg. En zou dat een goede stap zijn in het kader van het asbestprobleem? En daarop even nog naar aanleiding van de inspreker van vorige week. Klopt het dat de WOZ stijgt als het asbest verwijderd is? En zo ja, werkt dat niet erg demotiverend? Dat is de laatste. In de notitie onder punt 7.2.1 verwijst u naar de paragraaf 662, dat staat in de stukken. Daarin zegt u iets over de financieringsbronnen die mogelijk aan te spreken zijn. Kunt u daar wat meer over zeggen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een plan tot herontwikkeling komt pas tot stand als eigenaren voldoende bekend zijn met de mogelijkheden die er zijn en hier toekomst inzien. Het verkrijgen van dit inzicht moet laagdrempelig zijn om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Is daarom bij de financiële middelen ook rekening gehouden met ambtelijke inzet om bijvoorbeeld een eerste advies kosteloos aan te bieden? Of past dit binnen de huidige financiële middelen? Met andere woorden, gaat de voorgestelde inzet verder dan het verspreiden van een folder aan zich? Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen. Ik zie in het stuk, gaan we op een bepaald moment een voorbeeld, komt daar voorbij voor het bijbouwen van 1 vierkante meter. Er zal bijvoorbeeld 3 vierkante meter asbestgebouwen gesloopt moeten worden of 5 meter, vierkante meter gebouwen zonder asbest. Nu hebben we het hier over een doelgroep waarvan bekend is dat die vaak beperkte financiële middelen heeft. Wat is uw eigen verwachting of ze hierin mee zullen gaan of niet? Want eigenlijk zadelen ze nu op met nog meer kosten, terwijl het al lastig is om iets bij te gaan bouwen. Dus hoe ziet u dit? U heeft het verder over dat u met een 25-tal lokale stakeholders heeft gesproken om onderzoek te doen naar de oplossing van het probleem. Wat ik niet zie terugkomen is of u ook gesproken heeft met de mensen om wie het gaat, de eigenaren zelf. Zijn die hier ook bij betrokken geweest en zo ja, op welke manier? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit een klein beetje aan met wat de heer Veldhuis zei, maar dat is een andere vraag. De vraag is in hoeverre de geïnventariseerde en ook stoppende bedrijven in deze sector zich voldoende bewust zijn van het probleem waarvoor men een oplossing moet zoeken. Ik heb wel eens de indruk dat sommigen het probleem niet of nog niet zien, maar misschien dat u daar een andere visie op heeft. Dan over die stakeholdersbijeenkomsten. Ik heb wel de indruk dat die belangen daar aan de orde zijn geweest, maar er zijn veel partijen bij geweest. En als je ziet wie daarbij is geweest, zijn het allemaal partijen, en dat staat ook letterlijk in het stuk, die problemen voelen van de vrijstaande agrarische bebouwing. Ik heb eigenlijk twee vragen daarover. Kwamen er uit die groep ook oplossingen waarbij men niet naar de overheid keek? Er wordt vaak naar de overheid gekeken dan. Zo ja, welke oplossingen kwamen uit die groep? En mijn tweede vraag is, waarom dat er niet aan gedacht is om ook wat creatieve omdenkers of dwarsliggers bij die groep te vragen? Creatieve mensen of mensen uit de milieu- en natuurbeweging of andere dwarsliggers. Dan had ik een vraag die aansluit omdat een deel van de problematiek zich afspeelt bij leegstaande bebouwing en schuren met of zonder asbest, waarbij het woonhuis bewoond wordt en de wens bestaat dat men daarin blijft wonen. En ik heb daar twee vragen over. En die naar geen bedrijf meer uitgeoefend wordt, want dat heb je dan als het leeg staat, moet dan niet de agrarische bestemming veranderd worden? Volgens mij is dat een verplichting om dat binnen een bepaalde termijn te doen. En zo ja, als die agrarische bestemming veranderd is, kunnen er dan geen eisen zoals sanering of sloop gesteld worden. Al dan niet met de rood voor rood regeling, die overigens al een faciliterende regeling is om agrariërs een positief financieel effect te bieden. En in tegenstelling tot wat meneer Veldhuis kennelijk van mening was. Dat was het. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik zie verder geen lampjes branden. Meneer Gikla, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Om met de ChristenUnie te beginnen, leegstand, is dat dreigend of actueel? Nou, het is al actueel. Er staat nu momenteel in de gemeente Dalfsen al rond de 4 hectare aan voormalige agrarische gebouwen staat leeg. En die staat te wachten op een herbestemming. En die komt niet. Dan vraagt u, komt dit gebeuren waar we vanavond ook over spreken ook nog terug in de raad? Zoals u hebt gezien in een van de bijlagen zit daar het concept bereidsregels ontwikkeling met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. Dit is min of meer een stukje uitwerking van wat met name ook door stakeholders en anderen is aangedragen. Onze bedoeling is ook geweest, zijn we nou met het stuk op de juiste weg? Zijn we ook dingen vergeten? Als u een besluit over heeft genomen over dit stuk, dan komen wij in september met een uitwerking van deze bijlage heb ik u op terug, zodat u een besluit kunt nemen over hetgeen wat erin vermeld staat. Dan spreek je over gemeentegrenzen. Wij willen juist dit binnen onze gemeentegrenzen houden. Want we hebben binnen onze gemeente een probleem op te lossen. En naar verwachting komt er 17 hectare vrij aan agrarische bedrijfgebouwen, waarvan 5 hectare waarschijnlijk middels FAB-beleid een nieuwe invulling aan kan worden gegeven. Dus je zit met netto 13 hectare, waar je zou kunnen zeggen wat gesloopt zou moeten worden. Het is een verwachting. Ik hoop meer, maar het kan ook meer worden. En wordt de gehele regeling geactualiseerd. Wij willen die beleidsregels sowieso na invoering, na 2 jaar, nog eens een keer bij u naar voren leggen voor actualisatie. Dan gemeentebelangen. Samenwerking partijen. U vraagt wat ontbreekt. Wij hebben
met de stakeholders hebben we gesproken. En daar is heel veel te tafel gekomen wat we kunnen doen. Wie niet aan tafel zaten, waren verzekeringsmaatschappijen. Waar die duidelijkheid is over het stuk, willen we graag brede informatieavonden houden. Voor alle sectoren, voor agrariërs en in klein verband, in iedere kern 1. Maar ook voor industrie, waar het ook om gaat. Dus proberen nou met elkaar meters te maken. Met die stakeholders, dan denk ik aan banken, dan denk ik aan accountants, dan denk ik aan verzekeringsmaatschappijen. Want wat de voorzitter ook al zei, het asbeststuk wat u hebt aangenomen, dat gaat ook als rode draad door het hele stuk. Want al die gebouwen die straks vrijkomen, die liggen allemaal vol, of met merendeel vol, met asbest. 600.000 vierkante meter asbest. Dus wat dat betreft, het grootste deel ligt op de 17 hectare die vrijkomt. Heeft de omgevingswet invloed? Zeker zal de omgevingswet invloed hebben op de problematiek. Maar op wat voor manier speelt ook mee van u als raad. De burgemeester noemde het net ook. Wilt u bij spreken een behoudend iets? Of zegt u van joh, we laten het los en we gaan experimenteren. Gaan we ook doen, maar we laten het vrij. Maar toen we het over de omgevingswet hadden, was er één raadslid die zei toen, hebben we straks nog wat te vertellen. Dus dat is ook iets wat straks nog terugkomt. Dan vraagt u, zouden we niet rood voor rood de eis dat er teruggebouwd moet worden op de locatie waar gesloopt wordt, loslaten? Ik ben geneigd om te zeggen, als we de relatie loslaten, dan hebben we wel meer creativiteit waar we mee kunnen doen. Want de speciale gevallen die we anders oplosten met rood voor rood, die komen nu apart bij u. En dat is ook vaak niet wenselijk om terug te bouwen op die locatie waar gesloopt is. Het kan ook tegendraad zijn. Het kan ook ontwikkelingen van die bedrijven die er nog zijn, ook tegengaan. Dus er zijn voordelen en er zijn nadelen. Dan vraagt u, stijgt de WOZ als asbest vervangen is? Er wordt gekeken naar de courantheid van de gebouwen. En tot nu toe is zo dat de gebouwen meer waard worden. Dus dan zal er een hogere WOZ uit voorkomen. En daar is met name in de gesprekken die we hebben gehad met de LTO, is daar ook aandacht voor gevraagd. Van mensen die dus hun asbest van de daken halen, worden min of meer bestraft. Zou niet meer zeggen van mensen die heel veel asbest op dak hebben, zouden niet meer WOZ moeten betalen om toch een push te geven dat ze gaan saneren. Dus zo klinkt het uit wat voor kant je het bekijkt. Dan heb je het over de financiering. Ja, die zegt van, de gebouwen zijn van een eigenaar. En die zullen toch bij spreken die financiering zelf ter hand nemen, moeten nemen. Van sloop en van asbestverwijdering. En wij willen natuurlijk wel die zin, een stuk voorlichting ter hand nemen. Nou, wat ik tegen u zei, we willen ook avonden gaan organiseren in iedere kern met verschillende stakeholders. Voor een stukje voorlichting richting deze mensen. Voorzitter. Heer Jutten. U noemde in die paragraaf dat er bronnen zijn die mogelijk aan te spreken zijn voor financiering. En dat was eigenlijk mijn vraag. Wie zijn dat? Wie hebben daar belang bij? Misschien kan mevrouw Van Dam daar dan even op terugkomen straks. Nou, ook richting de CDA, die gaf ook aan van ja, hoe wilt u daarmee omgaan? Nou, we willen zeer zeker een actieve, adviserende rol op ons nemen om iedereen mee te krijgen in het hele traject. VVB, u zegt van in een stuk in die concept beleidsregels, ontwikkeling met kwaliteit, wordt genoemd van 1 meter bijbouwen als je 3 meter gaat slopen. We hebben het over een doelgroep die weinig financiële middelen heeft. Dit zijn juist doelgroepen
die wel middelen hebben en graag een grote schuur zouden willen hebben, maar die dat nu vanwege de regels dat niet kunnen. En nu geven ze mogelijkheid. En het geeft natuurlijk degene die een oude schuur heeft en graag die schuur kwijt wil, middelen om hem te slopen. Dan over de stakeholders. Daar hebben we mee gesproken. U zegt, hebt u ook nog gesproken met de mensen waarom het gaat? Er zit ook een stuk bij, bijlage 1, een rapport van iemand die heeft een scriptie geschreven over deze problematiek. En die heeft een enquête gehouden onder de doelgroep. En daar is heel veel informatie uit de voren gekomen en die is ook bijgevoegd. Dan D66. Zijn de stoppende bedrijven bewust dat ze een probleem hebben? Onvoldoende. Want de meerderheid denkt dat gebouwen nog te verkopen zijn, te verhuren zijn. Die denken dat het nou een vermogen waard is. Maar het tegendeel is waar. Dan de stakeholdersbijeenkomst. Ja, daar zijn ook goede ideeën uit naar voren gekomen. Creatieve omdenkers. Nee, er is nog veel te veel gedacht in de geëigende paden. Maar het is wel gesproken met deskundigen over mogelijkheden. En die zijn hier ook opgetekend. Maar daarom, hebt u een creatief idee, meneer Royakkers, dan zouden we graag willen horen. Dan kunnen we het meenemen. Dus ik ben zeer benieuwd. Graag zelfs. Dan als een agrariër stopt met zijn bedrijf, dan gaat de agrarische bestemming verdwijnt van de locatie. Maar het is nog niet zo ver dat dus de eigenaar ook dan de gebouwen moet slopen. In die zin van, zouden we dat willen als gemeente Dalfsen, dan zou je dat in de vergunningverlening aan de voorkant moeten gaan regelen met deze mensen. Dus alle nieuwe stallen die straks gebouwd worden, dan zou je dat in op moeten nemen. Wij spreken van als u stopt als boer en er komt geen vervangende boer op, dat u binnen zoveel tijd de gebouwen moet slopen. Waar wel ook nagekeken wordt is van, kunnen die stallen niet met ander soort bouwmaterialen gebouwd worden, zodat die recyclebaar zijn en makkelijker te hergebruiken zijn. Dus, maar dat is ook een proces en we zien met name dat het bouwen, en het bouwmateriaalgebruik gelukkig met name aan verandering onderhevig is. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Mevrouw Van Dam, mag ik u het woord geven voor de aanvullende vraag van de heer Jutten? Ik zou graag antwoord willen geven, voorzitter, maar ik ben even kwijt over welke paragraaf het ging. Meneer Jutten? Die vraag had ik al verwacht. In de notitie staat onder 7. Punt 2.1 en een alinea eronder. Het faciliteren van mogelijkheden om de sloop vanuit andere bronnen te financieren is wel een mogelijkheid. Daar vroeg ik me af van welke bronnen bedoelt u dan? Daarmee doen we op de bronnen die de wethouder net ook noemde, dat andere mensen uitbreidingsmogelijkheden voor de sloop van schuren kunnen. Daarmee kunnen faciliteren. Dus dat iemand anders een schuur sloopt voor een agrariër die het zelf niet kan betalen. En degene die die schuur sloopt dan extra bouwmogelijkheden krijgt. Dank u wel voor deze nadere beantwoording. Ga ik over naar het opinierende gedeelte en wie mag ik qua opinie als eerste het woord geven? Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. De komende jaren komen er veel erven vrij in het landelijk gebied van de gemeente Dalfsen. In Overijssel stoppen jaarlijks zo'n 250 bedrijven met agrarische activiteiten. Steeds meer agrarische bedrijven doen een schaalvergroting waardoor anderen moeten stoppen. Dit vormt kansen voor nieuwe en andere ontwikkelingen, zoals ik al eerder geschetst, maar wij hebben daarbij ook zorgen. De kansen op verloedering van erven en het bijbehorende landschap zijn relatief hoog. Het is daarom goed dat wij hier in deze commissie daarover spreken. Wij onderschrijven ook het uitgangspunt dat de eigenaar primair verantwoordelijk blijft.
Daarbij onderschrijven wij wel het algemeen belang dat gediend is bij een goede monitoring en facilitering van de ontwikkelingen op deze erven vanuit de gemeente. Wij zijn tegen het verhandelbaar maken van slooprechten. Niet doen. De onbeheersbaarheid van het instrument brengt risico's met zich mee. Bijvoorbeeld zoals geschetst de overloop uit andere gemeenten. Maar ook het verlies aan enige controle op wat er voor terugkomt. Handel trekt altijd ook mensen en bedrijven die geen direct eigen belang hebben. Dan gaat het alleen nog maar over geld. Kortom, wij zien de problematiek en delen een flink set uitgangspunten met u. Wij kunnen ons alleen niet volledig vinden in alle gekozen oplossingsrichtingen. Verder blijven wij ons rood voor rood beleid erg kritisch volgen en zien dan ook uit naar een integraal stuk. En dat is ons toegezegd in september, dus daar kijken wij graag naar uit. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we zouden deze raad niet zijn als we bij elk voorstel dat er ligt kritische vragen stellen. En dat is ook nu weer gebeurd, u heeft heel wat gehoord. Maar u vraagt op een bepaald moment, ja, de vraag is van het college, zijn we nou op de juiste weg? En ik denk dat wij kunnen zeggen dat dat wel zo is. Wij vonden het stuk gelezen hebbend een helder stuk, goed geschreven, goed opgebouwd. Er zitten heel veel positieve aspecten in. Maar u heeft al gehoord, er zitten ook kritische kanttekeningen. Dus er moet nog wel nader gekeken worden naar van alles en nog wat. We vonden het onderzoeksrapport, CQ descriptie, ook erg goed ten aanzien van de verwachtingen. Daar zitten heel veel goede elementen in. Dus wat dat betreft liggen er twee gewoon goede stukken, goed onderbouwd. Goede voorstellen, goede oplossingsrichtingen. Daar kan nog creativiteit op worden losgelaten. Die zit voor een deel in die raad, voor een deel is dat bij anderen weg te halen. Daar kunnen we wat mee. Wij willen ook wel waarschuwen bij deze positieve opmerkingen over dit stuk. Je kunt op een gegeven moment belemmeringen in procedures wegnemen. Dat in zichzelf klinkt positief. Maar als je daarmee nieuwe belemmeringen voor anderen, bijvoorbeeld agrariërs, opwerpt, dan keer wel het schip. Dus dat zou je niet moeten willen. We vinden ook dat er een vinger aan de pols gehouden moet worden. En ik geloof dat de wethouder het ook bedoelt en ook wil. Maar ten aanzien van verrommeling en of ongewenste bebouwing. Want er kan ook weer van alles terugkomen waar je zegt, ja, dat willen we ook niet. De kwaliteit van het buitengebied moet echt centraal blijven staan. En ik heb met streepjes eronder gezet, pas op voor de verhandeling van slooprechten. Ik heb er ook vragen over gesteld. Ik vind dat zeer tricky. En ik denk dat we dat niet zomaar zouden moeten toestaan. Dus daar moet wel een hele goede regeling voor komen. Want we zien al te veel verhandeling in de wereld op het gebied van energie en wind. En nou ja, noem het allemaal maar op. En dat gaat heel vaak fout. Dus daar zijn we zeer kritisch op. Maar we zien de toekomst van dit stuk wel rooskleurig tegemoet. Ik denk dat er een goede basis ligt en dat we zeker verwachtingsvol kunnen uitkijken naar wat er nog meer komt. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk willen we met ons allen de oplossing kant-en-klaar presenteren, maar zo simpel ligt het helaas niet. Bij de behandeling van aanpak van asbest heb ik al gezegd dat het asbestprobleem als een molensteen om de nek van de eigenaren hangt. En deze problematiek van vrijkomende gebouwen en leegstand maakt het niet beter op. Zonder asbest op je dak is het dan moeilijk om een ander bestaan op te bouwen of de functie van je bedrijf aan te passen. Met asbest is het dubbel zo moeilijk. Natuurlijk zijn er een aantal gelukkigen die na bedrijfsbeëindigingen land kunnen verkopen aan de buren en kunnen blijven wonen. Maar dan nog wel met de leegstaande panden blijven zitten. Alles niet met asbest bedekt. Maar een groot deel van deze mensen zit verder in de problemen dan we kunnen bevroeden. En daar ligt voor ons als gemeente een hele verantwoording. Onder punt 7 van de notitie draagt u een aantal oplossingsrichtingen aan. Daar kunnen we zeker achter staan. Natuurlijk zijn deze eigenaren zich wel bewust van het nadere onheil. En als ze ondersteuning vragen, moeten we dat zeker bieden. Voorlichting over mogelijkheden met en zonder asbest moet het speerpunt van de gemeente zijn. Mogelijkheden en regelingen voor sloop zullen opnieuw bekeken moeten worden om beter maatwerk te kunnen verrichten. Geen enkele situatie zal hetzelfde blijken te zijn. Voorzitter, in eerste instantie is dit een probleem van de ondernemers zelf, maar komen ze er ook zonder kleerscheuren vanaf? Dat moeten we ons afvragen. Inventarisatie van het probleem en communicatie met alle partijen die kunnen bijdragen aan de oplossing is een zekere eerste stap. Maar met woorden alleen redden we het niet. Het conceptplan waar de wethouder het over had, beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied, hebben we gelezen en dat staat bij de stukken, en lijkt ons een stap in de goede richting. We hebben de notitie en het conceptplan doorgenomen en toch wel positief beoordeeld. Daarin staat ook dat een goed doorlopend proces leidt tot maatwerk en een goed resultaat. En het laatste zien we graag gebeuren, al
kan nog even duren. Met andere woorden, waar kunnen we de regels en de kaders toepassen of zo nodig aanpassen om tot een acceptabel maatwerkoplossing te komen? Hoe kunnen we de eigenaren faciliteren en ondersteunen om hun toekomst minder onzeker te maken? Hier ligt de opgave voor ons als raad en voor het college. De voorlopige kosten die we hiervoor moeten maken, die in het voorstel staan, staan niet in verhouding tot het verborgen leed van sommige van deze ondernemers. En daarom kunnen we deze notitie vaststellen en ook de middelen daarvoor beschikbaar stellen. We zien het conceptplan straks in september graag op ons afkomen in een definitieve versie, om daar een oordeel over te vellen. Maar we zien het ook wel heel positief tegemoet. Dus we kunnen akkoord gaan met de drie punten van het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van onze kant de complimenten voor de brede insteek van de notitie. De CDA-fractie onderschrijft de noodzaak voor het inzetten van verschillende soorten middelen. Het verbeteren van de bestaande beleidsregels is hiervan slechts één onderdeel. Dit alles om samen ons prachtige buitengebied toekomstbestendig te houden. Vanzelfsprekend met de huidige agrarische ondernemers, maar ook met de stoppers van nu, van later en alle andere bewoners van ons platteland. Want een bewoond buitengebied draagt ook bij aan vitale dorpen met voldoende voorzieningen. En hoewel wat ons betreft terecht beschreven wordt dat de gemeente geen probleemeigenaar is als het om leegstand gaat, dat is al vaker gezegd hier, is de CDA-fractie wel blij met de actieve houding van de gemeente die uit het stuk spreekt. Een zekere mate van verantwoordelijkheid past ons. Ik ga niet alle oplossingsrichtingen uit de notitie nog een keer herhalen, maar de gemeente als verbinder en als ondersteuner, ja, dat klinkt ons vanzelfsprekend als muziek in de oren. Onze oproep is dan ook om als gemeente het grotere integrale plaatje te bewaken hieromtrent. Leg relaties met andere thema's als asbestsanering, maar ook met duurzaamheid in het sociale domein. En gelukkig zien we dat terug in de notitie. In het verlengde daarvan onderstrepen we de meerwaarde van participatie. Blijf actief met lokale betrokkenen in gesprek, als klankbord en als denktank. En participatie is niet voor niets één van de pijlers van de nieuwe omgevingswet. Net als de integrale afweging. Ideeën uit het veld kunnen tot slimme oplossingen leiden en zo ontstaan tegelijkertijd ook op draagvlak. En zoals de heer Royakkers al aangaf, als er dan nog niet gesproken is met de creatieve denkers, proberen we dat nog voor september te doen om dat mee te nemen. Het gaat erom om de goede voorbeelden lokaal te gebruiken, want vanuit Dals hoeven we niet alles zelf uit te vinden. Het is immers een landelijk probleem. Communiceer de mogelijkheden en denk bijvoorbeeld ook aan een partij als de makelaardij. Ik hoor u al veel verschillende partijen noemen. Maar als het bijvoorbeeld gaat om eenvoudige en laagdrempelige wijzigingen van het bestemmingsplan, via het verzamelplan, hè, als we daar later een besluit over gaan nemen. Dan nog een eerste reactie op de aangepaste beleidsregels, het loopt voor kansen. Onze fractie is hier in de basis positief over. Neem bijvoorbeeld de regelmatig gehoorde wens van bewoners zonder bedrijf om de hoeveelheid bijgebouwen te willen vergroten. En dit is een begrijpelijke wens, maar nu niet of nauwelijks mogelijk. Bij het lezen van de conceptregels willen we drie aandachtspunten meegeven. Voorop staat voor ons alleen ontwikkelingen mogelijk maken op een bestaand erf. En twee, altijd aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit op het erf en in de directe omgeving. En drie, bij ontwikkelingen maximaal streven naar sanering van alle landschapontsierende bebouwing op de betrokken erven. Overal gezien vinden we de insteek om, los van de centrale uitgangspunten, de criteria redelijk algemeen te formuleren een goede. Dit bevordert maatwerk en is ook in de geest van de omgevingswet. Een gezonde dosis visie en lef van het college is hierbij wel nodig. Maar daar heeft onze fractie wel vertrouwen in. Als het college voornemens is om door te gaan, of om de mogelijkheden te onderzoeken om met die sloopfoutjes of die handel daarin te faciliteren, raden wij ook aan om dat lokaal te houden als dat... Of te onderzoeken of het mogelijk is om dat echt lokaal te houden. En ook te onderzoeken welke rompslomp dat geeft administratief en ambtelijk. Tot slot vraagt de CDA-fractie extra aandacht voor de sociale component van de leegstandsproblematiek. Het is ook al aangegeven door gemeentebelangen. We weten allemaal dat de agrarische sector door zwaar weer gaat en dat veel van de bedrijven die recent stopten of nog gaan stoppen dit niet uit wilde doen. Op deze ondernemers en hun gezinnen komt in zo'n periode veel af. Van bedrijfsbeëniging en alle financiële consequenties die daarbij horen, het stakingswinst is ook een stuk genoemd, tot eventueel herinrichten van het erf.
We vragen het college om aan de sociale component specifieke aandacht te verlenen. Ondersteuning is in zulke projecten of in zulke trajecten op vele manieren mogelijk, vanuit sociaal, financieel, ruimtelijk oogpunt. En denk hierbij ook integraal en als één gemeente. Goed om te lezen dat er ook in de notitie al een link wordt gelegd met het platform Stil Leed Platteland. En zijdelings ook naar de mogelijkheden voor woon-zorgcombinaties. Dit, zoals eerder gezegd, met als algemeen uitgangspunt en doel dat het buitengebied voor alle generaties een fijne plek is om oud te worden. Rond ik af. De breed ingestoken oplossingsrichtingen spreken ons aan. Deze bieden ruimte om de huidige en toekomstige leegstand aan te pakken. En dus het advies om de inzet waar mogelijk in relatie te brengen tot andere thema's als het sociaal domein, asbestsanering en duurzaamheid. Dank. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Nou, we zien een uitgebreid plan van aanpak liggen om de leegstand in het buitengebied tegen te gaan. Een probleem dat er inderdaad al is, of in ieder geval gaat komen. Het probleem is echter wel dat een deel van de eigenaren van de 12 hectare aan gebouwen die leeg komen te staan, dit zelf misschien nog niet zien als een probleem of onvoldoende financiële middelen hebben om dit tegen te gaan. Maar we kunnen ons wel grotendeels vinden in de genoemde oplossingsrichtingen. De sloop in combinatie met asbestsanering heeft natuurlijk hele directe goede mogelijkheden om die leegstand tegen te gaan en hier iets aan te gaan doen. Eigenaren zijn immers gedwongen om hier aan mee te werken. Voor het gebied van verhandeling van slooprechten, ja, wij zouden ook voor willen stellen om hier niet aan deel te gaan nemen. Het is toch wel een lastig verhaal. Moeilijk te controleren en ja, als je er iets mee wil gaan doen, hou dat dan vooral lokaal. We hebben wel een aantal openstaande punten die wat ons betreft ja, moeten ervoor gaan zorgen dat we een moeilijke te bereiken groep over streep gaan trekken. En dan hebben we het over de mensen die het al moeilijk hebben. Sloop brengt namelijk voor deze groep extra kosten met zich mee waar niet altijd op de opbrengsten tegenover staan. Staan er toch opbrengsten tegenover, dan moet toch ook nog een financier mee over de streep getrokken worden. En dat zal moeilijk zijn. Niet dat we als gemeente ze hierin financieel moeten ondersteunen, maar we moeten wel kijken wat we kunnen doen om ze over de streep te trekken. Het plan mag wat ons betreft daarin wat concreter worden. Daarnaast is er ook een mogelijke groep die dit niet als probleem zien en de boel gewoon de boel laten. Leegstand dus. Hoe gaan we die meekrijgen? Kortom, nog twee punten die wat ons betreft extra aandacht nodig hebben. Dank verder. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel over gezegd hier in deze raad. En ik vind in het algemeen op een verantwoorde en afgewogen wijze, waarmee goed recht wordt gedaan aan de problematiek. En zo is ook de notitie die geschreven is positief, extra aandacht voor nieuwe, verrassende mogelijkheden. De gemeente is proactief, trekt de regie naar zich toe in overleg met de provincie. En het is wel wat gemeenschapsgeld waard, dat is een beperkt bedrag wat u ons vraagt, om die oplossingen te zoeken en om het probleem ook helder en zichtbaar te maken, te communiceren met de betrokkenen. Want we hebben aan de ene kant tijd, maar je moet je haasten als je tijd hebt, want voor je het weet is het alweer 2023 en dan heeft iedereen een geweldig probleem. En dat is niet het enige. Het is ook het feit dat we kunnen zeggen de eigenaren zijn de probleemeigenaren en die moeten het ook oplossen. Ik vind het ook een goede zaak dat de gemeente niet meteen al met de geldbuidel gaat rammelen, want het probleem is ook van de eigenaren, maar die kunnen wel hulp krijgen, regie, informatie. En het is zo dat agrariërs, want er wordt wel eens te vaak gesproken over arme boeren als ik dat zo hoor en mensen die niet kapitaalkrachtig zijn, maar het zijn wel agrarische ondernemers, die hebben niet alleen een economisch belang, maar die zijn ook mede het verzorgers van ons landschap. En daarom hebben we ook een belang als gemeenschap dat het landschap ook blijft verzorgd worden. Hoewel, daar kunnen we over discussiëren hoe dat het de afgelopen 50 jaar veranderd is. Maar we hebben nog wel tijd om een nog grotere ontsiering van ons landschap zeg maar, te voorkomen of te beperken.
En in dat verband is misschien, naar aanleiding van mijn vraag die ik heb gesteld en beantwoording, ook interessant om te kijken of dat de regelgeving kan komen waarmee verkrotting op langere termijn kan worden tegengegaan. Ja, regeren is vooruitzien, zodat we ook in de toekomst toch sloop en sanering van gebouwen eventueel kunnen verplichten. Maar op kortere termijn, en dan praat ik over de komende 10 jaar, hebben we andere problematiek. En daar zullen we zeg maar als gemeente goed mee om moeten gaan. Dus het is een laatste opmerking die ik wilde maken ten aanzien van de conceptbeleidsregels die er als bijlage bij zaten. Dat zou een wijziging moeten zijn over de beleidsregels die er al waren. Maar ik heb wijzigingen niet één voor één kunnen vinden. Ik had gehoopt dat die zouden zijn gehighlight of op een dergelijke manier zouden zijn aangegeven, zodat we hadden kunnen zien wat de wijzigingen waren. En dat maakt het voor mij wel ongelooflijk moeilijk om te zien wat nou het nieuwe beleid concreet voorstelt. Dus als dat nog zou kunnen, dan zou ik dat wel heel erg op prijs stellen. Dan wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ja, over het algemeen vrij veel instemming voor het plan. Maar ik wil u wethouder toch nog vragen even wat nader in te gaan op de verloedering, verhandeling, slooprechten, sociale component. En de laatste opmerking van de heer Rooijakkers, of die wijzigingen doorgevoerd zijn. Nou, die wijzigingen waar de heer Rooijakkers om vraagt, die kunnen we de raad op doen toekomen. De sociale component is gewoon een hele belangrijk iets. Want dat loopt als een rode draad door dit hele stuk heen. Van ja, hoe kun je mensen in beweging brengen om bij spreken wat te gaan doen. Het is geen gemakkelijke opgave, maar we zullen het in gezamenlijkheid moeten doen. En daarom zullen we dus ook met de stakeholders, waar ook onder andere de makelaar bij zit, toch, en die zijn de banken en de verzekeringsmaatschappijen en de accountants en misschien ook andere partijen, zullen zien dat we hier bij spreken op een goede manier meters kunnen maken met als doel met name een leefbaar en vitaal platteland en zonder verrommeling. En gebruik maken van instrumenten die ons te diensten staan. En waar dat niet is, in persoonlijke gesprekken met mensen, probeert tot de oplossing te komen. Dus het is een geweldige uitdaging, maar het is een zorgelijke ontwikkeling. Maar het kan ook een hele mooie uitdaging worden als je straks aan de gang bent en je ziet het resultaat. Sloopvrouwtjes, opmerking hebben we dus gehoord. Daar komen we bij spreken in het stuk wat in september aan de raad wordt aangeboden op terug. Dank u wel, wethouder. Dan totaal concluderend, ja, dat het een helder stuk is, dat er duidelijk is omschreven hoe u het aan wilt pakken en dat we in september daar verder over gaan spreken, kan ik concluderen dat we dit als hamerstuk naar de raad van 18 april aanstaande kunnen gaan brengen. En daarbij sluit ik agenda punt 5. Goedenavond. Ik heropen de vergadering en we gaan verder met punt 6 van de agenda, waar vanavond ook door de inspreker over is ingesproken. Plan van aanpak thuis in Dalsen, verantwoordelijk wethouder de heer Van Leeuwen. Voorbereidend besluitvormend, ambtelijke ondersteuning, welkom mevrouw Haverink. Op 3 december 2016... heeft u in de stadnotitie thuis in Dalsen besproken. Dit plan van aanpak betreft de uitwerking hiervan. Voor het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van inspraak en input vanuit verschillende organisaties. Formeel betreft het vaststellen van het plan een bevoegdheid van het college. Gelet op de betrokkenheid van de raad bij dit thema vindt het college het wenselijk het plan van aanpak ter instemming aan u voor te leggen. Behandeling in 2 ronden, informerend, openierend. En wie wil als eerste met de informerende ronde beginnen? Nee. Ja, ik steek de vinger erop hier. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor het duidelijke stuk.
Dat is heel goed en prettig om te lezen. We hebben één vraag nog over voor de wethouder. We hebben er al eerder vragen over gesteld en het werd ook al door de inspreker benoemd. Hoe gaat het met het taalonderwijs? Kan de wethouder ons aangeven of het taalonderwijs nog steeds de aandacht krijgt die het verdient? Dank u wel, meneer Schuurman. Mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag. Wij konden het niet in de notitie lezen, maar hoe gaat Dalsen om met mensen die vanuit een gezinshereniging in Dalsen komen? Geldt voor deze nieuwe Dalsenaren ook het plan van aanpak thuis? Hoe gaat dat in zijn werk? Als tweede vraag of opmerking wil ik graag een reactie. Want we hebben nogal moeite met de inburgeringsregels die gelden. Vanavond sprak de inspreker hier ook al over. Want de Rijksoverheid heeft het naar zich toe getrokken. En dan ook met name de taallessen onder andere. Maar kunnen we als Dalsen hierop inspelen? Iets. Meneer Schipper gaf aan het hoofd boven het maaiveld. Mijn algemene gevoel is, dan gaat hij eraf. Maar dat willen we dus niet. Maar het gaat meer om buitengebaande paden opereren. Werd ook genoemd. En als voorbeeld Haren. Nou, misschien dat u daar iets over kunt zeggen. En we zitten even met de aantallen zoals we er nu mee werken. Hoeveel zijn er in 2017 mensen die onder het plan van aanpak thuis meegenomen worden? Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou me bij die laatste vraag ook graag even aansluiten. Wij zochten ook nog even naar iets meer gevoel bij die getallen. Wij hebben tweetal aanvullende vragen. In het stuk wordt veel overgelaten aan het maatschappelijk middenveld. En dat juichen wij in principe toe. Maar daar worden natuurlijk ook allerlei initiatieven al ontplooid. Die misschien niet gericht zijn op een bepaalde doelgroep, maar die hier wel aan raken. Zo is er een kwartiermaker werk die in Lemelenveld rondloopt. Hebben we natuurlijk Dalsen werkt en allerlei zaken die eraan raken. Hoe gaat u dit alles verbinden? En daarop ook regie voeren en als het een beetje mee zit ook nog sturen. En meten, want we willen graag ook in de gaten houden hoe dat verloopt. En dan ook specifiek voor deze groepen. Tweede vraag, leerlingen die aangewezen zijn op het voortgezet onderwijs. Gaan die naar de internationale schakelklas in Zwolle? En hoe is dan het vervoer geregeld? Want veel leerlingengezinnen binnen de ISK hebben problemen, waardoor de schoolgang sowieso al ernstig gehinderd wordt. En wat zijn uw plannen om dat probleem straks aan te gaan pakken? Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag en die sluit aan bij het eerder inbrengen van de gemeentebelangen en van het CDA. Of de taal. De taal lijkt steeds een belangrijk struikelblok te zijn. En in sommige gemeentes wordt gewerkt met het aanbieden van taalkursussen aan zowel statushouders als andere inwoners met een taalachterstand. Zou dat ook mogelijk zijn voor Dalsen? Dat heeft namelijk een dubbele werking. Je geeft extra taalonderwijs en mensen doen op deze manier nog weer meer mee in de samenleving. Doen weer contacten op. Dus het zou een dubbele positieve uitwerking kunnen hebben. Is dat mogelijk? Kan zoiets gedaan worden? Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Verder geen vragen. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag. Ik was even wat aan het schrijven. Ik heb een vraag. Dus wat staat hier helemaal niets over huisvesting? Maar niet op welke manier, want we hebben al eerder een notitie van behandeld. Maar de laatste weken hoor ik toch regelmatig met Alsenaren klagen dat ze langer zouden moeten wachten op een huurwoning, omdat ze bij voorrang worden toegewezen aan statushouders. Kunt u daar nog een keer iets van zeggen? En al was het maar om ons gerust te stellen dat u bij die percentages blijft van de beschikbare woningen die is afgesproken. Nog een keer even een vraag over de inspraak van de heer Schipper. Ik heb toen mijn verbazing erover uitgesproken, dat, omdat ik dacht dat er goed rekening was gehouden met de opmerking die de participatieraad had gegeven in de notitie. En hij beweert van niet. Bent u van plan om er alsnog wat mee te doen? En er is ook gesproken over, de participatieraad heeft het daarover en in de notitie staat er ook wat in. De participatieraad noemt dat oudkomers. Maar zijn volgens mij ook ex-statushouders die ook uit andere landen komen en die de talen spreken. Omdat er onder andere bij taalonderwijs wordt gesproken over de handicap dat je er eigenlijk
tolken bij zou moeten hebben. En de participatieraad suggereert ook om die outcomers daarvoor in te zetten. Bent u dat ook van plan, eventueel verplicht als vrijwilligerswerk of anderszins? Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Verder geen vragen. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. Het is dat ik niet als eerste mocht spreken, want anders had ik u voorgesteld om de volgorde van de agenda te veranderen. Want dan had misschien meneer Hariri ook nog kunnen inspreken, want het is bijna 10 uur inmiddels. Wonderlijk hoe soms een agenda loopt. Ik wil allereerst beginnen met de waardering uit te spreken voor al het werk dat door de participatieraad en in het bijzonder de heren Schipper en Al-Hariri is verzet. Zij hebben heel veel tijd en energie erin gestoken. En wij zijn van mening dat daardoor het stuk een aanzienlijk verbeterd is. Maar we komen tevens op het punt waar de commissie vanavond ruim een uur over heeft gedaan om een ei te leggen, namelijk communicatie. En daar hebben we vastgesteld dat goede communicatie nog niet altijd betekent dat je je zin krijgt. En daar kom ik even bij de heer Rooijakkers. Zoals ik het stuk heb gelezen en zoals ik me ook heb laten voorlichten door mevrouw Haverink, schat ik in dat voor zeker 90% de inspraakreactie van de participatieraad en de inhoud van het stuk overeenkomen. Ja, en dan zijn er een paar dingetjes waarop je netjes in niet hebt gekregen. En dan vind ik het jammer en een beetje zuur dat je daar zo op reageert. Want ik denk namelijk dat het heel goed is aangepakt. En toen de inspraakreactie van de participatieraad binnen was, is er ook nog aangeboden om onze reactie daarop en de reden waarom we bepaalde dingen iets anders doen, met de participatieraad te delen. En daar is geen gebruik van gemaakt. Dus ja, dan zit er toch iets waar de communicatie stokt. Maar ik vind nogmaals dat dat niet aan onze kant ligt. U zei, voorzitter, thuis in Dalfsen, de verantwoordelijk wethouder is de heer Van Leeuwen, maar dat is de heer Van Martels. Ik vervang hem vanavond. We vonden het stuk te belangrijk om door te schuiven. Dus vandaar dat ik hier zit. Meneer Schuurman, u zegt, hoe gaat het met het taalonderwijs? Permitteer ik me toch even een kleine, een kleine opmerking. Want vanavond heb ik bij 3 beleidsstukken complimenten gehoord van de commissie. Dat betekent dus dat de taalkursus op B1 niveau hier intern goed werkt. Want een paar jaar geleden was dat nog wel anders. Dan kregen we lang niet altijd complimenten daarvoor. Met het taalonderwijs is het zo gesteld, we hebben dat laatst in het college besproken. We hebben daar wat vragen bij. En ik heb inmiddels op persoonlijke titel 2 afspraken staan bij de beide taalaanbieders die we hier hebben in de gemeente. Om persoonlijk lessen te gaan volgen en om te kijken hoe gaat dat. Dus we proberen daar de vinger aan de pols te houden. In het stuk heeft u ook kunnen lezen dat er experimenten zijn gedaan met nog meer taalonderwijs aanbieden. Extra dagdelen. Waardoor er organisatorische problemen thuis ontstaan. Kinderoppas, boodschappen doen, etc. Wat we willen gaan proberen, en dat staat expliciet in dit stuk, is er wordt extra geld uitgetrokken om een huiswerkbegeleidingsklas op te starten. Want daar zit het heel vaak. Die mensen zijn bereid om naar de taallessen te gaan en daar hun best voor te doen. Maar er zit ook huiswerk aan vast. En als jij van huis uit niet gewend bent dat je daar ook nog wat extra's aan moet doen, want taal leren dat is een proces, dan vermoeden wij dat daar wel eens een extra stimulans mogelijk zou kunnen zijn. Dus die huiswerkbegeleiding willen we gaan opzetten. Daarnaast, heel belangrijk, ook in de praktijk heeft zich dat bewezen, de taalstages. En die taalstages, daar beginnen we via onze netwerkster voor de participatie ook steeds meer grip op te krijgen. Steeds meer instanties. We zijn gebeld door een school in, we hebben daar een advertentie over geplaatst, een school in Zwolle die graag mee wil doen.
hier intern op het gemeentehuis zijn er mogelijkheden. En we gaan ook proberen om het bedrijfsleven daar enthousiaster voor te maken. En als je daar energie in stopt, dan lukt dat ook. Er was een Syrische vluchteling die de taal nog niet of nauwelijks sprak, maar die van zijn vak autospuiter was. En later nou een bedrijf zijn in Nieuw-Leuzen die heel graag een autospuiter wilde hebben. Daar hebben we een tolk aangekoppeld en het loopt fantastisch. En de eigenaar-directeur, die wil de man niet meer kwijt, die is er heel gelukkig mee. Dat betekent dus dat je er inderdaad wat meer energie in moet stoppen. En dat doen we ook. Omgaan met mensen in gezinshereniging, geldt daar hetzelfde voor? Ja, daar geldt precies hetzelfde voor. En dat is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. Je zult er even moeten kijken. Maar ook hier geldt één gezin, één contactpersoon en één beleid. Ja, dus dat is precies hetzelfde als alle anderen. En ook hier is die reïntegratienota van toepassing. Inmiddels is er een consulent aangesteld, 28 uur in de week, speciaal en alleen voor deze statushouders. Om die te begeleiden en om die te helpen. Dus het is niet alleen het maatschappelijke middenveld wat zich ermee bezighoudt. Ik heb een stellige overtuiging dat het een veel integralere aanpak is. We hebben ook heel veel weggezet, dat klopt, bij de vreemdelingenwerk. Die hebben daar ook meer geld voor gekregen. Daar heeft deze raad ook een akkoord voor gegeven. Dus we proberen het echt op een professionele manier weg te zetten. Iets over de aantallen in dit plan, dat zou ik graag zometeen, voorzitter, aan u willen vragen of mevrouw Haverink daar wat over mag zeggen. En over haren, maar dat kunt u hier zien, kan ik niet zoveel zeggen. We zullen daar eens even moeten kijken wat er dan daar voor bijzonders gebeurt. Wel is het zo dat wij de doelstelling hebben, en dat is ook door de heer Rooijakkers heel duidelijk naar voren gehaald, om naar 60% te komen. En dat is iets wat heel duidelijk meetbaar is in mijn ogen. U noemt de kwartiermaker in Lemelenveld. Ik neem aan dat u duidt op Dals of Lemelenveld werkt. Ja, dat gaat in nauw samenwerking met Dalsse werkt, want mevrouw Lammertink en de heer Neppelenbroek die hebben regelmatig, ik zou bijna zeggen 2 wekelijks contact met elkaar. Leerlingen die gaan die naar de internationale school in Zwolle, vraag ik zo even aan mevrouw Haverink. En het vervoer, daar heb ik mij niet in verdiept, dus dat weet ik niet. Mevrouw Lasje, is de taal is een struikelblok, heb ik net ook erkend. We gaan er ook meer op inzetten. Is de combinatie mogelijk van statushouders en taalarmen? Weet ik niet, is misschien iets om te onderzoeken. Aan de andere kant is het ook wel zo dat ik de persoonlijke ervaring heb van iemand die Spaanstalig is en die in een groep Polen zit en Nederlands moet leren, dat werkt ook niet. Dus dan moeten we wel even kijken hoe we daarmee mee omgaan. Gaan we nog iets doen met de inspraakreactie van de heer Schippers, wordt er dan gevraagd door de heer Rooijakkers. Nou, daar heb ik net al iets over gezegd. Ik vind dat wij al uitgebreid ingegaan zijn op de uitstekende inbreng van de participatieraad. En outcomes inzetten bij taalonderwijs, onder outcome verstaan wij denk ik allebei iets totaal anders. Ik denk dat het goed is om mensen die hier al langere tijd zitten en die daar zelf enthousiast over zijn, om die mogelijkheid zeker te geven, te bieden. Want dat kan absoluut een meerwaarde bieden om ze wat sneller. En niet alleen de taal, maar ook de in sommige ogen bijzonder vreemde gebruiken die wij erop nahouden. Zoals 1 koekje bij de koffie of bij de thee. Om mensen daarin te helpen. En dat je voordat je bij iemand op bezoek gaat, dat je dan een afspraak maakt. Wat in de meeste landen not done is. Voorzitters, hier wou ik het in eerste instantie even bij laten. En dan zijn er nog 2 dingen over, denk ik, voor mevrouw Haverink. Dank u wel, wethouder. Mevrouw Haverink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even over de vraag van het CDA over op hoeveel mensen, zeg maar, is het plan eigenlijk gebaseerd? Of hoeveel mensen gaat het om in 2017? De schatting bij het opstellen van het plan van aanpak was dat dat om 71 mensen ging. En dat is de taakstelling die ingeschat was, of de daadwerkelijke taakstelling voor de eerste helft van 2017. En de ingeschatte taakstelling voor de tweede helft van 2017, plus de achterstand die we nog hadden op de taakstelling van 2016. En dan kwamen we op 71 mensen. Nu weten we wel dat de taakstelling voor de tweede helft van 2017 niet de 33 is die we hadden verwacht, maar dat komt ongeveer neer op 17. Dus het aantal wat we gaan huisvesten als we aan de taakstelling gaan voldoen, zal wat lager uitkomen als waar dit plan op bedacht is. Maar ja, goed, voor de werkzaamheden maakt dat eigenlijk voor een deel niet uit. Ik heb de som niet helemaal meegeschreven, maar nee, is het dan 71 min 17? Het is dan 71 min 15 of 16, ja. Oké, goed, helder, ja. Dank u. Ja. Even kijken, dan hadden we nog even de vraag over het vervoer. Ja, de ISK. Ik moet het precieze antwoord, ja, zou ik even op terug moeten komen. Ik weet dat wij vanuit de bijzondere bijstand reiskosten vergoeden. Maar hoe dat precies, of dat in ieder geval ook voor het reguliere taalonderwijs. Maar daar wordt ook wel bij uitgegaan van ja, hoe lang heeft iemand nodig om fietsles om te kunnen gaan fietsen. En wordt ook gewoon rekening gehouden met dat mensen uiteindelijk zelfstandig kunnen gaan fietsen als dat binnen de afstand past. Maar de precieze regeling zou ik eventueel kunnen nasturen. En misschien mag ik nog heel even een aanvulling geven op het taalonderwijs. Want we hebben ook vanuit de webmiddelen, bieden we NT2 klassen aan. Dus daar doen we ook al wel wat extra's buiten de inburgering. Dat zijn mensen die al die niet meer inburgeringsplichtig zijn, maar die de taal nog onvoldoende spreken. Die kunnen ook vanuit bij het ROC kunnen zij nog taalles volgen. Dank u wel, mevrouw Havering. Wethouder, u wou nog een aanvulling geven? Ja, want ik realiseerde mij, voorzitter, dat ik de heer Rooijakkers op één punt nog niet heb beantwoord. Hoewel het volstrekt buiten de orde van dit stuk is. Namelijk dat Dalfsenaren langer zouden moeten wachten op huisvesting met betrekking tot huurwoningen. Dat is absoluut onwaar. En ook al gelet op het feit dat we lagere taakstelling hebben gekregen, plus het feit dat we afgesproken hebben 10%, kunt u dat naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Dank u wel voor deze beantwoording. Dan denk ik dat we nu naar... U had nog een aanvullende vraag, mevrouw Lasje. Ja, als ik dat mag stellen, dank u wel. De wethouder had het over de mogelijkheid van een tolk toen die bewuste man bij dat bedrijf in Nieuw-Leuzen ging werken. Nou horen wij wel eens van vrijwilligersorganisaties waar statushouders vrijwilligerswerk komen doen, dat zij ook daartegen aanlopen. Het is heel goed dat mensen heel snel vrijwilligerswerk gaan doen, maar ze komen dan ook bij een organisatie te werken waar andere vrijwilligers werken, die waarvoor het best wel lastig is om op te trekken met mensen die de taal niet verstaan. En dan krijg je ook heel snel onbegrip, mensen begrijpen het niet. Is er dan ook een mogelijkheid om iets van een tolk in te zetten? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ik dacht dat de heer, of mevrouw Schippers ook een vraag had. Dank u wel, voorzitter. Ik heb mijn eerste paar vragen nog niet beantwoord gekregen. Hoe het met de gezinshereniging zit. En in hoeverre u buiten de gebaande paden. Heeft u dat wel beantwoord? Maar dan heb ik dat niet voldoende meegekregen. Neem me niet kwalijk. Dan blijft de vraag van mevrouw Lasje over. En de gebaande paden. Buiten de gebaande paden. Mevrouw Lasje, inzetten van een tolk doen wij met behulp van gelden die via de participatiewet beschikbaar zijn. En dat geldt ook voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Dus ik zal dat even met de afdeling bespreken. En daar krijgt u een schriftelijke reactie op. En buiten gebaande paden, nou, wij hebben aangegeven dat wij in elk geval van plan zijn om een huiswerkklas op te zetten. Waar mensen begeleid worden en ook geleerd worden wat huiswerk maken is en waarom je dat doet. En voor wat betreft uw andere puntje, de gezinshereniging, daar had ik op geantwoord dat daar dezelfde regels voor
gelden voor iedereen die hier komt. Eén coach, één plan enzovoorts. En daar proberen we dus ook maatwerk op te geven. Ook op het gebied van mensen met trauma's wordt psychische hulp ingezet. Dus dat soort zaken die zijn allemaal in beeld. Ja, gebaande paden. Je kunt natuurlijk altijd meer doen. Ben ik met u eens. Maar het is mij niet duidelijk, dat weet ik gewoon niet, waar de heer Schipper op doelde met haren. Geen idee. Dank u wel, wethouder, voor deze nadere aanvulling. Mag ik nog even daarop terugkomen? Want het ging mij met name om de taken die de Rijksoverheid weer naar zich toegetrokken heeft. En dan met name die inburgering en verantwoordelijkheid. En daar zit ik nog even een beetje mee. Want voor mijn gevoel kunnen we dat lokaal beter. Wethouder? Ik ben het volstrekt met u eens. En sterker nog, de mensen die blijven nu zitten met een schuld als ze niet het examen halen. De afgelopen regering die heeft een aantal dingen gedaan. Zo zou je ook kunnen nadenken over een lening voor een studiefinanciering die je niet meer kunt afbetalen. Broer, zo kunnen we er nog wel meer opnoemen. En mijn vraag was bedoeld om dit gebaande pad zeg maar even ietsje los te laten en een Dalse methode. Ja, maar daar zijn wij nog niet aan toe. Dan denk ik dat we door kunnen. Meneer Rooijakkers, u had nog een aanvullende vraag. Ja, ik wil al beginnen met de opinie. Ja, nee, dat had ik nog niet gezegd. U bent wel heel snel. Maar ik geef u graag het woord, want ik zie verder geen lampjes branden. Dus voor u de opinie. Te beginnen wil ik de wethouder even bedanken voor zijn beantwoording van de vraag die eigenlijk buiten de orde was. Huisvesting staat niet op de agenda, maar ik had ook niet anders verwacht dan dit antwoord. Maar ik vind het toch goed dat we dit in de openbaarheid nog een keer uitspreken, voorzitter. Omdat er inderdaad dit soort apenverhalen gaan rond. En het is goed om dat af en toe eens gewoon te ontkrachten dat het niet waar is. Dus vandaar dat ik die vraag heb gesteld. Dan verder de complimenten voor het stuk. U heeft ook adequaat, denk ik, gereageerd op de reactie over de relatie met de voorstellen van de participatieraad. In het inspraakverslag wordt ook van verschillende partijen worden vermeld dat ze onder de indruk zijn van wat Dallas allemaal doet. Ik denk dan een beetje van, maar goed dat we het op deze manier aanpakken, heel goed. En ik ben ook blij, ik pik er maar één ding uit, ook kortzijdshalve, dat er aandacht geschonken wordt aan de voorschoolse voorzieningen. Met deze 60 hebben we de begrotingsbehandelingen eraf voor gepleit om daar extra op in te zetten, ook voor andere groepen, kinderen met enige achterstand. Dus ik ben ontzettend blij dat we dat nu ook gaan doen en ik zou ook willen bepleiten om het gewoon zeg maar heel breed te trekken. Iedereen die ondersteuning nodig heeft in die voorschoolse fase, laten we alsjeblieft geven, laten we daar niet op bezuinigen, want dan kunnen we in de komende jaren kunnen we daar heel veel plezier van hebben dat we het zo aanpakken. En veel succes ermee. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is heel blij met het plan van aanpak thuis. Want er wordt aangegeven op welke wijze wij de statushouders, en wij spreken liever over nieuwe Dalsenaren, hoe die worden opgevangen binnen onze gemeente en op welke wijze we hen willen laten integreren. En de visie om optimale randvoorwaarden te creëren, waarin nieuwe Dalsenaren zo snel en zo goed mogelijk kunnen integreren en naar vermogen kunnen meedoen in de Nederlandse en de lokale samenleving, past prima bij onze uitgangspunten, die van het CDA. Wij willen staan naast mensen die het op eigen kracht niet kunnen of nog niet kunnen. En in vrijheid en op basis van solidariteit en gelijkwaardigheid. En vooral de wijze waarop de notitie tot stand is gekomen, vinden wij een groot compliment waard aan de opsteller, maar zeker ook aan de werkgroepen waarin alle betrokken organisaties deelnemen. De participatieraad heeft gedegen en zorgvuldig advies gegeven. De meedenkavonden in de kernen waren positief en er is constructief en creatief meegedacht. Om de nieuwe Dalsenaren welkom te heten en een goed thuisgevoel te geven. Een plan van aanpak wat staat. Er is aandacht voor omwonenden van nieuwe Dalsenaren, want cultuurverschillen kunnen zomaar aanleiding geven
voor misverstanden. Communicatie is van essentieel belang en dat willen we nogmaals benadrukken. Het is maatwerk, er wordt uitgegaan van talenten, vaardigheden, drijfveren en eigen kracht. Snel de taal leren is een vereiste om een baan te kunnen vinden en om te kunnen integreren. En om de integratie te bevorderen wordt ingezet op vrijwilligerswerk, taalstages en werkervaringsplaatsen. Preventie en laagdrempelige ondersteuning met thema's als gezondheid en financiën zijn in ieder geval van belang. En om draagvlak onder de inwoners en buren te krijgen, wordt ontmoeten en verbinden gestimuleerd en gefaciliteerd. Waarbij de Nieuwendalsenaar zelf zoveel mogelijk wordt betrokken. Zij hebben recht op een menswaardige ontvangst en dat houdt dus niet op als ze een dak boven hun hoofd hebben. De regievoerder gaat voor de persoonlijke begeleiding en dat voelt goed. Er is interculturele hulpverlening en in de jeugdgezondheidszorg zijn gespecialiseerde deskundigen beschikbaar. Dat vinden wij gedegen geregeld. Sturen en meten en daar wordt de aanpak gemonitord, gericht op integratie en aan de hand van meetbare, aanspreekbare prestatieindicatoren. En we vinden het goed en overzichtelijk, waarbij eventueel bijsturen mogelijk is. Nieuwendalsenaren gunnen we zo snel mogelijk volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, door te werken, door naar school te gaan of andere zinnige bijdrage aan onze gemeenschap te leveren. Dat kan niet anders dan alleen wanneer je je thuis voelt. En dat straalt het plan van aanpak uit. Dank. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. De gemeente en alle betrokken partijen hebben veel meters gemaakt in het afgelopen jaar, waarvoor onze dank. Statushouders die komen wonen in onze gemeente dragen over het algemeen een hele geschiedenis met zich mee en komen in een gemeente terecht met heel andere gebruiken en gewoontes dan die men had in het land waarvan ze zijn gevlucht. De nieuwkomers die in de gemeente Dalfsen worden opgevangen moeten zich veilig voelen. Weten dat je hier mag zijn om jezelf te zijn en je niet angstig te voelen. Het is dan ook zo belangrijk om te zorgen voor een goede begeleiding dat men zich goed thuis gaat voelen en in de kortste tijd een echte Dalfsenaar voelt. We moeten ons verplaatsen in de statushouder en begrip hebben voor zijn of haar achtergrond. We hebben het stuk met aandacht doorgenomen en besproken in onze fractie. We zien dat er goed is geluisterd naar alle input die er is gegeven door de verschillende instanties en verenigingen. Door te leren van het verleden, te luisteren naar de ontwikkelingen en aanbevelingen en door de samenwerking is er echt een verdiepingsslag gemaakt in het stuk. En dat is volgens ons ook dé manier om ermee verder te gaan. Niet als een statisch beleidsstuk, maar ruimte om te blijven leren en aan te passen waar nodig. Want dat zal nodig zijn. We moeten ervoor zorgen dat mensen zich hier veilig voelen. Een plek hebben waar ze vragen kunnen stellen en op basis van een goede analyse proactief hulp krijgen om zo snel mogelijk in de praktijk te leren wat het inhoudt om inwoner van de gemeente Dalfsen te zijn. En leren in de praktijk gaat echt veel sneller dan in een klaslokaal. De vragen en opmerkingen die we hadden na het lezen en bespreken van het stuk werden eigenlijk beantwoord in de inspraakreactie van de participatieraad. We zagen hierin dus ook weer een echte toegevoegde waarde van deze participatieraad. Constructief meedenken om te komen tot een goede werkwijze. De aandachtspunten die we als gemeentebelangen nog willen aanstippen zijn: houd als gemeente de regie in handen. We zijn echt dankbaar voor alle vrijwilligershulp, maar de gemeente moet regie houden om ervoor te zorgen dat de stappen die er gezet moeten worden, ook daadwerkelijk gezet worden. Bepaalde zaken kan je niet vragen van een vrijwilliger. Dat moet gewoon gebeuren door een professional. Begeleiding van jonge asielzoekers. Vergunningaanvraag. Het is echt belangrijk om dit goed te kunnen monitoren. Door deze groep goed te begeleiden en te helpen op school en onderwijs kunnen hier echte meters gemaakt worden. Kinderen zijn flexibel en als je ze zelfs op de juiste manier benadert, kunnen ze helpen om ook de ouders sneller te helpen inburgeren. Derde. Het gaat om mensen met een bijzondere achtergrond en zorg dus voor maatwerk. De creativiteit, zoals genoemd door de heer Schipper, past hierbij. Maak ruimte voor die creativiteit en kom met voorstellen om meters te maken. Ook dit sluit aan bij de inspraakreactie van de heer Schipper. Dus samenvattend, heel goed stuk, mooi omschreven en als aandachtspunten regie houden op het sturen op resultaat en op deze manier de vrijwilligers te ondersteunen. Extra aandacht voor de jeugdige nieuwkomer, maatwerk en ruimte voor creativiteit. Dank voor het stuk. Wat ons betreft een goede samenwerking met alle partijen en blijf evalueren en leren om op deze manier te komen tot aansprekende resultaten. Dank u wel, meneer Schuurman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter.
Voor ons ligt een helder en goed uitgewerkt plan. Ook een compliment voor het uitgebreide voorbereidende traject met onder andere de brainstormbijeenkomsten. Ook het inspraaktraject is wat ons betreft serieus opgepakt. Wat ons verder opviel is de gevoelde noodzaak bij de gemeente om de regie te kunnen voeren. Maar dat waar dit vanwege landelijke regels niet helemaal kan. We zien dat de gemeente daarin het uiterste opzoekt van wat ze wel kan en mag. En deze sterke rol van de gemeente waarderen we zeer. Taal is een van de belangrijkste punten. En daar wordt extra op ingezet. Kortom, voorzitter, een prima plan dat we van harte steunen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw of meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik wil eigenlijk even mijn betoog beginnen met een stuk wat ik vanmiddag op de radio hoorde, op Radio 1. Daar was een hoogleraar gespecialiseerd in het onderwerp. En die vroeg zich eigenlijk af, waarom kunnen wij als land, waar dit al jarenlang, sinds de jaren 60 voorkomt, wat te maken hebben met allemaal nieuwkomers, waarom hebben wij daar nog geen plan voor? Waarom lukt dat ons toch steeds niet? We hebben in de jaren 60, 70 te maken gehad met heel veel nieuwkomers. En het probleem blijft gewoon nu ook bestaan. Dat vond ik wel een hele mooie vraag die hij daar stelde. En dat gaf mij ook even, met een brug naar waar we het hier vanavond over hebben, de ambitie die we met z'n allen willen uitstralen hierin. Daar kom ik zo even op mijn betoog. Allereerst dank voor het plan. Het geeft een goed beeld wat er moet gebeuren om de integratie van de vergunninghouders zo goed mogelijk te laten verlopen. Wat ons betreft start de integratie met het goed leren van de taal. Daarnaast heeft integratie ook te maken met het opgenomen worden in de gemeenschap, met scholing en met werk. Allemaal zaken die voor ons doodnormaal zijn, maar voor een vergunninghouder allemaal drempels zijn waar ze overheen moeten stappen. Het plan van aanpak richt zich vooral op de begeleiding hiervan vanuit vluchtelingenwerk en allerlei organisaties die hierin heel belangrijk werk doen. Maar hoe we het ook stimuleren en bevorderen, het zal uiteindelijk ook vanuit de vergunninghouders en hun gezinnen zelf moeten komen. Als deze intrinsieke motivatie ontbreekt, wordt het wel lastig. En dat moeten we zien te voorkomen en indien nodig omdraaien. De cijfers laten helaas geen goed beeld zien. We lezen dat ruim 75% van de vergunninghouders na 3 jaar nog steeds in de bijstand zit. U geeft zelf aan dat dit in Dalfsen helaas niet anders is. In hetzelfde radioprogramma van waar ik het net over had, gaf de hoogleraar ook aan dat het in Nederland gemiddeld genomen zelfs na 5 jaar nog zo is. Dat is jammer. Graag zien wij dit anders. Daarom roepen we ook bij deze op om die ambitie in het plan van aanpak scherper te stellen. We hebben het van de heer Schipper ook horen zeggen, en we hadden dit zelf ook vooraf zo neergezet. Laten we de lat hoger gaan leggen. Durven wij hier de ambitie aan te gaan om over 3 jaar de lat op 60% te leggen? Dus over 3 jaar zit nog 60% van de huidige vergunninghouders nog in de bijstand. Om dat te bereiken moeten we als gemeente iets extra's doen. Niet alleen als gemeente, ook als gemeenschap, als bedrijfsleven en als vergunninghouder. Met als einddoel een samenleving waarin ieder zich thuis voelt. Een stevige ambitie, maar met een stevige ambitie zullen we als gemeente echt aan de slag moeten. En dat is goed. Het is ook goed dat we hier een aanpak hebben liggen gericht op de integratie van de vergunninghouders. We onderschrijven de suggestie om het plan breder in te zetten voor ook andere zwakke groepen. We gaan dan ook akkoord met het plan. Wel hebben we nog een aantal suggesties en misschien aanscherpingen. Veel sportverenigingen en andere verenigingen ontvangen subsidies van de gemeente. Meestal staat daar niet direct een tegenprestatie tegenover. Dat zouden we wel kunnen doen. We kunnen deze tegenprestaties gaan vragen aan gemeenten. Een voorbeeld is uit de praktijk. Een sportvereniging hier in Dalfsen is voor het onderhoud van haar sportvelden deels afhankelijk van vrijwilligers. Deze zijn heel lastig te vinden. Elke donderdag moet eigenlijk een onderhoudsploeg aan de slag om de kunstgrasvelden te rollen, het groen te snoeien, werkzaamheden in en aan clubhuizen te doen. Kortom, allemaal klusjes die de vergunninghouders in hun werkritme zouden kunnen houden of brengen en de verenigingen verder brengen en vooral de onderlinge integratie bevorderen. Een ander punt wat wij zien is de kinderen van vergunninghouders zo snel mogelijk deel te laten nemen aan sporten, voetbal, tennis, hockey, etc. We hebben voor iedereen wat hier in Dalfsen. Dit draagt bij aan de integratie van de kinderen van vergunninghouders. Het helpt bij de taalontwikkeling van de kinderen en het contact op zaterdag of zondag langs de sportvelden helpt de ouders ook om te integreren in onze samenleving.
Alleenstaande vergunninghouders kunnen ook deelnemen aan sporten of aan verenigingen. Sporten verbindt immers. In het begin is het praten met handen en voeten, maar ze voelen zich uiteindelijk betrokken bij de samenleving. Een ander punt wat wij willen inbrengen is, probeer mensen uit de buurt als buddy in te zetten. Ik merk dat veel mensen in de samenleving echt wel iets willen doen. Gewoon ze een keer aanbellen of ze meenemen voor een wandeling of zoiets. En tot slot, vraag bedrijven in en om Dalfsen om stageplekken te creëren voor de vergunninghouders. Goed voor het arbeidsritme, maar ook goed om ze te laten wennen aan ons arbeidsethos en onze arbeidscultuur. Maar zo zijn er wel meer aanvullingen te bedenken. En ik wil afsluiten met een heel mooi praktijkvoorbeeld. Hier in Dalfsen, een Syrisch gezin, die wonen op steenworp afstand van een alleenstaande man. En als zij eten aan het koken zijn, zij bij eten over, gaan ze bij die man langs en brengen ze hem eten. We zien dus de integratie al ontstaan daar. Dank voorzitter. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik betreur het een beetje dat enkele van de inzichten die de heer Veldhuis nu, waar hij blijk van geeft, dat die niet 4 jaar geleden op landelijk niveau al waren ingedaald. Want dan hadden we een iets makkelijker coalitieonderhandeling gehad. Ik zal verder gaan met mijn betoog. Iedereen telt mee en iedereen doet mee is een van de uitgangspunten van de Partij van de Arbeid. Wonen, werken en meedoen, zoals geschreven in het plan van aanpak, kan parallel oplopen en hoeft niet opeenvolgend. Wij vinden het voorliggende stuk een goed plan. Het plan dekt het overgrote deel van de onderdelen van integratie en er spreekt een redelijke ambitie van uit. Maar wij kunnen ons ook vinden in een aantal van de kanttekeningen van de participatieraad. Wat ons betreft, zorg voor een goede regievoerder. En die vinden wij onvoldoende terug in het plan. Wel zien wij de kwartiermaker voor het realiseren van werkervaringsplekken. Dit geldt nog meer als u ook zegt, inburgering is niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeente. Onze invloed is beperkt. En uit cijfers is gebleken dat het tot nu toe tegenvalt met werken en meedoen bij statushouders. Wordt self-fulfilling prophecy dan niet ons deel? Het grote aantal vrijwilligers waar dit plan voor een groot deel op stoelt is mooi om te lezen. En ook dat is participatie. Maar dat wil niet altijd zeggen dat deze vrijwilligers voldoende ondersteund worden in hun taak. Hoe zorgt u er dan voor dat er toch gestuurd kan worden op doelen en op indicatoren? Zet hier sterk op in. Wat betreft de taalverwerving, vindt in gezamenlijkheid een oplossing voor een van de grote problemen in taalverwerving en dat is het thuis zelfstandig leren en huiswerk maken. Wij juichen de extra inzet daarbij, zoals net door de wethouder genoemd, dan ook erg toe. 80% is transpiratie en 20% is inspiratie. Dat is volgens ons de verdeling die leidt naar succes. Dan nog even over het onderwijs. Voorschoolse educatie en onderwijs tot 12 jaar lijkt heel goed geregeld. Zoals het vervoer en ook de eventuele nieuwe locatie in Nieuw-Leuzen. We weten dat er op het gebied van vervoer en het regelmatige bezoek van het ISK voor een grote groep jongeren problemen zijn. Daar heeft ook de leerplichtambtenaar al enig werk in moeten verrichten. En wij hopen en vertrouwen er dan ook op dat het plan ook voor deze situatie een oplossing biedt. Onze oordeel, prima plan. Dank u wel, meneer Broer. Voordat ik dan tot de afsluiting kom, wil de wethouder nog even wat aangeven. Mag ik u het woord geven, meneer Van Leeuwen? Ja, hartelijk dank voor de suggesties en de aanvullingen die zijn gedaan. Ik sloeg even aan op een opmerking van de heer Veldhuis. Ik ben het roerend met hem eens. Het staat of valt met de intrinsieke, oftewel de eigen inwendige motivatie. Er stond vandaag in Stentor een artikeltje over een jonge Syrische vluchteling die op zijn 14e via gezinshereniging terug is gekomen in Ermelo. En die was inmiddels geslaagd als jeugdvisbegeleider. Hij stond met een enorme snoek met een foto in de krant. En hij gaat nu door voor viscoach of zoiets dergelijks. Dat is die intrinsieke motivatie waar we het over hebben. Als die mist, dan kunnen wij nog zo'n mooi plan schrijven, maar dan gaat het niet gebeuren. Verder wilde ik heel graag mevrouw Schiphorst dank zeggen voor alle lof die zij heeft toegezwaaid voor de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen. Daarvan komt een heel klein deel aan mijn oud-collega wethouder Van Martels toe, maar het overgrote merendeel aan mevrouw Haverink en haar ondersteuning. Dus hartelijk dank voor die lof, mevrouw Schiphorst.
Dank u wel voor die mooie woorden, meneer Van Leeuwen. En dan kom ik tot een afsluiting van dit agendapunt. Ik heb ook twee toezeggingen genoteerd dat u nog met cijfers komt over of documentatie over vervoer van leerlingen, zoals de heer Broer aangegeven heeft. En dat u ook nog informatie verstrekt over de inzet van tolken of dat wat ruimer zou kunnen, zoals mevrouw Laschet dat aangegeven heeft. In het vertrouwen dat die komen, kan ik concluderen dat er heel veel complimenten zijn voor een stuk, dat het gedegen in elkaar zit. Gedegen geregeld. Dat de mensen zich goed moeten thuisvoelen in Dalsen. Dalsen zoekt de randen op. Ja, dat zijn allemaal cretologie die toch hier naar voren gekomen zijn. En daarmee concludeer ik met de toezegging die u gedaan hebt dat dit als hamerstuk naar de raad van 18 april kan. En dan, daarmee sluit ik ook agenda punt 6 aan. Dan gaan we verder met agenda punt 7. Stand van zaken en aanvliegroutes. Ook hier is wederom de heer Van Leeuwen de woordvoerder vanuit het college. Dit stuk is informerend. In december 2016 heeft het college u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de aanvliegroutes Airport Lelystad. De raad heeft een motie aangenomen waarin u het college van BMW heeft gevraagd om alles in het werk te stellen om de te verwachten negatieve gevolgen van aanvliegroutes te minimaliseren. In een notitie wordt aangegeven wat het college tot nu toe heeft gedaan. Vanavond zal ook de uitkomst van een gesprek met de staatssecretaris van 6 april aan u worden teruggekoppeld. Er is geen ambtelijke ondersteuning. Informerend dus, dat betekent in één ronde uw vragenstelling en eventueel uw opinie. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Jutten, gemeentebelangen. Laat ik hem aftrappen. Het lijkt allemaal de goede kant op te gaan, tenminste zoals we het kunnen lezen. Maar als het toch anders blijkt te zijn en het toch lager gevlogen zou kunnen worden, lager dan ons lief is, zijn er dan nog juridische mogelijkheden om het te vertragen of liever helemaal te voorkomen? Dat is ook mijn vraag. Een opinie. We hebben kennis genomen van het voorstel. We hebben in onze ogen nog nooit zoveel gelezen of andere informatie via Facebook, Twitter en andere media tot ons gekregen als over dit onderwerp. En dat zegt genoeg over de onrust die er nog steeds heerst. We gaan ervan uit dat de geweldige inzet van de actiegroepen, ons college en andere betrokkenen niet voor niets zal zijn, ondanks de positieve berichten. Er wordt nu gelukkig weer op een hoger niveau over een hoger niveau gesproken. En we hopen echt dat deze figuurlijke en letterlijke stijgende lijn zich voortzet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Ik kijk even verder. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, nou, zoals gezegd staat niet de notitie van de gemeente, maar het bijbehorende persbericht is wel bijgevoegd. Dus wij gaan ervan uit dat de informatie bekend is. En de vraag is dan ook, is het college met ons van mening dat het meest recente voorstel van afgelopen donderdag, jongsleden, van staatssecretaris Dijksma, waarin een herindeling van het Nederlands luchtruim voor alle betrokken partijen de beste oplossing biedt, is het college met ons dan van mening dat een nieuw missionair kabinet zo snel als mogelijk dit voor onze regio belangrijke dossier op moet pakken, zoals door de huidige demissionaire staatssecretaris wordt voorgesteld? Onze inbreng. Wij vinden het positief dat de gemeente in navolging van de bevolking, van de beweging onderop, door de bevolking, in samenwerking met buurgemeente en provincie haar rol heeft gepakt richting de alterstafel. Alhoewel wat laat ingezet, lijkt de inzet vanuit de regio nu haar vruchten af te werpen. Complimenten voor onze inwoners die deze zaak voortvarend opgepakt hebben en complimenten aan ons college voor het gehoor geven aan de stem vanuit het gebied. Dat er gevlogen moet worden is voor ons een vaststaand feit. Die vraag komt namelijk bij ons allemaal zelf vandaan. Maar wat ons betreft dan wel zo hoog mogelijk en met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden. Wij hebben vertrouwen in de door staatssecretaris Dijksma ingezette lijn en hopen dat een volgend kabinet hier verder invulling aan gaat geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Rameman, CDA. Ik kan heel kort zijn. Ik heb geen vragen. Ik wil alleen complimenten uitdelen aan de gemeente, maar met name aan de actiegroep Hoge Overijssel en de werkgroep Lucht Overijssel. Er is nu volop aandacht voor en er wordt gezien en ook gepakt door diverse overheden.
Wij vertrouwen erop dat dit goed uitpakt voor onze leefomgeving en dat er zo hoog mogelijk gevlogen gaat worden. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Lauwman. De heer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk één aanvullende vraag nog. Het persbericht is van vanmiddag. Zag ik, het ziet er goed uit dat, dat het opgepakt gaat worden. Mijn vraag is wel even, is er ook al vanuit Den Haag ook al reactie gekomen hierop? Want ik hoor net... Ik hoor vanuit mijn buurman zo net van dat er misschien nog wel anders op gereageerd gaat worden. Dus daar ben ik nog even nieuwsgierig naar. En voor de rest complimenten voor de stukken die hierin zijn aangeleverd. Ik denk dat wij als gemeente hier goed de regie aan het pakken zijn en samen met andere gemeentes. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, wij geven ook complimenten voor het feit dat er stevig is ingezet, dat er is opgepakt wat hier is neergelegd. Volgens mij was D66 een van de eerste partijen die dit hier heeft genoemd. Het is verbreed naar de provincie, naar andere gemeenten. Dat is een hele goede zaak. Op hetzelfde moment vragen we ons af, wat zou er gebeurd zijn als we niet aan de slag zouden gegaan zijn? Werd de soep wel zo heet gegeten als ze werd opgediend? Dat kun je natuurlijk afvragen. Misschien kan de wethouder daar iets over zeggen. En als het gaat om het eindresultaat, is de wethouder, is het college tevreden over waar we nu staan? Want waar heeft het college op ingezet? Ik weet nog dat de wethouder op een gegeven moment zei, ik ga tot de Raad van State. Nou, dat is natuurlijk gewoon goed geschud, want dat hadden we ook nodig. Maar of het ook nu nodig is, is natuurlijk helemaal de vraag. Ik denk het helemaal niet. Maar waar zet het college nu op in voor de komende tijd? Zijn we tevreden met deze hoogte en met de herindeling van dat luchtruim? Of moet er toch nog een merk worden uitgevoerd? Zijn er nog dingen waar het college van zegt, dat gaan we alsnog doen? Dat zouden we graag nog willen horen, maar voor het overige complimenten voor de acties. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Rooijakkers, u als een van de initiatiefnemers, als laatste het woord. Dank u wel. Nou, ik heb ook dat stukje geschreven, geschiedenis en stand van zaken. Ik heb een beetje voorkennis, maar om nu antwoord te geven op een paar vragen die ik heb gesteld, dat lijkt me niet mijn werk nu. Ik laat het denk ik gewoon maar over aan de wethouder die daar heel capabel voor is. En als hij het me toestaat, dan kan ik hem daarna nog hier en daar wat aanvullen. Met name misschien wanneer het gaat over de vraag naar juridische acties. U heeft verder geen andere aanvullingen qua opinie? Of, we hebben het, ik probeer altijd zo kort mogelijk te zijn, voorzitter. We hebben op één A4'tje geprobeerd om een indruk te geven van wat acties die er zijn gebeurd. En de bijlagen daarbij, de heel deskundige brieven die aan de alderstafel zijn gestuurd namens onze werkgroep. En zoals u ook hebt gelezen, ook in twee regeltjes, dat we erin zijn geslaagd niet alleen om vlak na de presentatie in Honors, waar sommigen van jullie bij zijn geweest, een hele actieve militante actiegroep te maken. Maar we hebben ook, zijn er ook in geslaagd om binnen onze kerngroep een heleboel echte deskundigen te verzamelen. En waarmee we elkaar ondersteunen om het werk te doen. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat we toch gehoord worden, ook in Den Haag. En als toevoeging, dat ziet u ook in de laatste regel van, dan hou ik het daarmee op, in de laatste regel van dat A4'tje, dat er morgen is er overleg bij de luchtverkeersleiding in Breda van de militairen, CLSK. We gaan met z'n drieën naartoe. En aansluitend hebben we overleg met de top van het ministerie van INM, die zich daarmee bezighoudt, inclusief de projectmanager Lelystad. En dan gaan we kijken of dat we aanvullende informatie kunnen krijgen of afspraken kunnen maken. Want wij zijn er namelijk nog steeds niet gerust op, om de tegenstelling tot mijn collega van de Partij van de Arbeid, dat de staatssecretaris ook echt haar invloed gaat uitoefenen. Want in het persbericht wat de provincie heeft uitgegeven, dat de staatssecretaris toezeggingen gedaan zou hebben, heeft haar woordvoerder alweer gereageerd dat dat niet zo was. En dat ze al lang eerder met die ontwikkelingen bezig waren. Dus het blijft nog steeds een heel klein beetje afwachten. Maar de wethouder gaat nu in op, denk ik, de uitkomst van het gesprek. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Voorzitter en leden van de commissie, u bent erg positief gestemd.
De heer Noten, onze burgemeester, die is donderdag naar de bijeenkomst geweest. Het gesprek met de staatssecretaris en gedeputeerde Boerman. Er waren ook wethouders bij van Hellendoorn en Steenwijkerland. En de letterlijke woorden van de heer Noten waren: ik ben iets geruster uit het gesprek gekomen dan dat ik erin ging. Dus zijn wij er gerust op? Het antwoord is nee. Het persbericht spreekt mooie taal, maar daar staat alweer een woordje in van in principe niet lager dan. Het meest positieve in het persbericht, zoals ik dat beoordeel, is dat de staatssecretaris gezegd heeft dat zij per onmiddellijk opdracht gaat verstrekken voor een herindeling van het luchtruim. Dat is het meest positieve. En daarbij zal er absoluut geen verslechtering optreden ten opzichte van het huidige voorstel. Maar wij willen dat allemaal graag eerst zwart op wit hebben. Want 6000 voet, hebben we vanavond weer van de experts gehoord, is bij een hoge luchtdruk inderdaad bijna 2 kilometer, maar bij een lage luchtdruk 1500 meter. En dat is gemeten vanaf zeeniveau en niet vanaf het maaiveld. Dus als jij op 6000 voet boven de Archemerberg of de Lemelenberg of de Holterberg vliegt, dan zit je al aanzienlijk lager. Kortom, in hoeverre wordt ons zand in de ogen gestrooid? We zijn er heel alert op. De heer Jutte vraagt: zijn er nog juridische mogelijkheden als er toch laag of lager wordt gevlogen dan wij wenselijk achten? Niet door ons als lokale overheid, maar wel door eventueel een op te richten stichting Hoog Overijssel. Dan kun je civiele procedures gaan volgen. En ja, dan zijn wij als gemeenten bereid om tot het gaatje te gaan en dat financieel te ondersteunen. En als dat moet, tot aan de Raad van State of het Europese Hof. Meneer Broeren, wij zijn inderdaad met u eens dat een nieuwe missionaire regering dit zo spoedig mogelijk ter hand moet nemen. Dat u vertrouwen uitspreekt in uw eigen staatssecretaris begrijp ik, maar ik deel hem niet. De VVD zegt: is er al een reactie op het persbericht vanuit Den Haag? Nou, het persbericht is samen opgesteld en toch is er al een reactie dat de staatssecretaris iets niet gezegd zou hebben wat alle aanwezigen wel gehoord hebben. ChristenUnie, wat als er niet zo zou zijn gereageerd? Wij zullen het nooit weten, meneer Nijburg. Is er nog een MER of nog andere acties? Wij houden alle mogelijkheden open. Vanavond is er overleg geweest met het bestuur van de kerngroep. En wij blijven daar in nauw contact mee. En we willen nu eerst afwachten wat er vanuit het ministerie tot ons komt, zwart op wit, met betrekking tot afspraken. En dan gaan we verder kijken. En dat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Dat geeft weer toch wel wat andere draai aan wat we in eerste instantie hier hoorden bij dit agendapunt. Ik denk dat het goed is dat u met helder, klaar en helder gezegd hebt hoe het er op dit moment voor staat. En dan kan ik u ook in de ogen kijken. Klaar en helder. En dat u samen met de werkgroep, dat hoorde ik, strijdbaar en heel alert het verdere circuit zult ingaan. En daarmee wens ik u namens de commissie denk ik heel veel succes bij. En daarmee sluit ik dit agendapunt dan ook af. En met de opmerking dat wij graag geïnformeerd blijven. Maar daar twijfel ik niet aan dat dat zal gaan gebeuren. Dan is agendapunt 7 ook afgesloten. En gaan we verder met agendapunt 8. En net voor 10:30 sluit ik hiermee de vergadering en wens u allen nog een fijne avond en een goede nacht.